Welkom bij de eerste raadscommissie in het laatste seizoen dat deze raad hier zal zitten. In maart hebben we verkiezingen, dus we hebben allemaal een lange vakantie gehad. We zijn denk ik weer fris en vrijdag hier aanwezig, tenminste de meeste. De mensen thuis die met ons meeluisteren, hartelijk welkom. De mensen van de pers, hartelijk welkom. De mensen op de tribune, hartelijk welkom. En het college met ambtenaren, ook hartelijk welkom. Ik open bij deze de vergadering en we hebben afmeldingen gehad van de heer Wildfank van de Partij van Arbeid. En die wordt vervangen door de heer Broeren. En de heer Veldhuis is niet aanwezig en wordt vervangen door de heer Warmelink. Verder hebben zich afgemeld de heer Schuurman en mevrouw Kappert van gemeentebelangen. Dan ga ik verder met punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Er heeft zich één inspreker aangemeld, de heer Scherpenkaten, op het agendapunt herziening provinciaal inpassingsplan N340. Meneer Scherpenkaten, u weet hoe het werkt. 5 minuten, maar dat heb ik u ook al verteld. En na de tijd, als u even wilt blijven staan, indien er nog vragen zijn om te beantwoorden. Uw 5 minuten gaat nu in, meneer Scherpenkaten. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik moet nog even een keertje bij jullie komen. En ik hoop dat jullie vanavond de zaak heel serieus gaan nemen. Want wat er nu allemaal in de pijplijn zit, ja, het wordt een hele slechte door als beter. En dat kan dan nooit de bedoeling zijn. En er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. De eerste bespreking, zoals ik heb genomen, die is geweest. Daar zal een nieuw plan komen voor de hele provincie Overijssel op het gebied van infrastructuur. We hebben in 1990 ook zo'n plan gehad. En dat plan was toen, want Twente, die is al 100 jaar bezig om een ontsluiting te krijgen op de Noorden. En toen hebben ze de N36 daarvoor eigenlijk aangewezen als zijnde de weg die naar het Noorden moest gaan lopen. Maar de tijd heeft de 36 ingehaald. Die is niet doorgetrokken naar Hogeveen, maar die is doorgetrokken naar Tommekanaal. En toen dat is gebeurd, toen kregen we eigenlijk een totaal nieuwe situatie in Overijssel. Maar we zitten nog steeds op de oude situatie. Ze zijn nog steeds bezig met de N35 op te gaan waarderen. Nou, gewoon zinloos, want de N, we kunnen nu wel even, wij nu wel eventjes weer een vierbaansweg gaan maken. Maar we gaan weer over in een tweebaansweg. Alle 5 wegen die wij in Overijssel hebben, en dat is de N35, de N36, de N48, de N340 en de N377, dat zijn allemaal tweebaanswegen. En zolang als wij met die tweebaanswegen blijven zitten, dan kunnen we net zoveel investeren als we willen. Maar nu de plan van 200 miljoen ook weer. Nou ja, het enige wat er natuurlijk goed aan is, dat is dus dat de spoorlijn aangepakt wordt en dat de aansluiting komt op de 28. Maar de uitvoering, nou ik zeg gewoon, het is kinderwerk. Want de arcades, die mensen die zijn bezeten van hoe noemen ze dat ook alweer, kunstwerken. Een brug is een kunstwerk en een klaverblad is ook een kunstwerk. Nou, het zijn voor mij gewoon grote obstakels, want ik heb gezegd, een kunstwerk moet een oppervlakte hebben van 1 m². En dan kun je praten over een kunstwerk. Want als wij dus van Zwolle, dus bij de spoorwegovergang, in plaats dat we daar dus een tunnel aanleggen, op een gegeven moment, want op een moment waren overal tunnels aangelegd, maar nee, daar moet nog weer een brug komen. En dan gaan we ook met een brug over de 28. Met een groot klaverblad erbij. Nou, daar kunnen we mooie kunstwerken wezen, maar het zijn gewoon grote obstakels en meer niet. Dus want als wij dus de tunnel maken bij de spoorlijn, dan kunnen we tegelijk onder de spoorlijn door. We kunnen daar tegelijk rechtsaf, dan gaan we deze poort op. En we gaan bij de stoplichten, daar gaan we direct verdiept 4 meter de grond in. En daarbovenop, dan leggen wij een grote rotonde, een turbo-rotonde. En we gaan onder de 28 door. Dan hebben wij een weg klaar, die klinkt als een klok. En waar we zeker tot een lengte van jaren mee verder kunnen. En nu doet zich gelukkig de nieuwe omstandigheid voor. Dat men dus wil herzien naar het totale wegennet van Overijssel. En daar heb ik met de minister dus al een paar keer een gesprek over gehad. En dat gesprek verliep heel goed. De minister heeft mij zelfs tot 2 maal toe verzekerd dat zij bereid zijn om een delegatie naar Zwolle toe te sturen om het plan Scherpenkaart te bespreken.
Want dat vonden ze een goed plan. Maar ja, hij zegt, wij mogen niet zelf naar Zwolle komen. Zwolle moet ons uitnodigen. En anders dan zijn we daar, we kunnen niet onszelf daar aanmelden. Wij kunnen alleen maar, als wij dus zelf gauw als wij van onszelf zeggen, dat de N36, wat een A36 moet worden, dat wij die zelf dus aan gaan leggen, buiten de provincie om, dan, is de, dan kan dat. Want volgens beslotverrekening is dat een reisweg. Maar wij mogen daar niet zo onszelf daarmee bemoeien. Niet anders als op verzoek van de provincie. Nou, en de provincie zegt, ik heb met meneer Boerman ook een heel gesprek gehad. Ik zeg, wat u nu gaat doen, meneer Boerman. Ik zeg, dat is dat de situatie nog slechter wordt als dat het is. Ik zeg, want je hebt in 2010, dat heb ik vandaag nog even uitgezocht, toen hebben ze de nieuwe stoplichten gezet bij Ommen. Dat hebben ze gedaan om dus de Hessenweg op te komen. Maar het grote voordeel was, wat daar is gebeurd, daar heb je nooit niemand over gehoord, dat was dat wij openingen kregen in de weg. Want zolang je met stoplichten gaat werken, dan krijg je automatisch openingen in de weg. Dus wij kunnen we de weg nog oversteken. Meneer Schijpenkaart, u hebt nog een half minuut. Misschien dat u een hele concrete oproep kunt doen naar de raad. Nou ja, ik zou het heel graag. Ik vind het jammer dat meneer Noot niet aanwezig is. Maar ik heb net even met de Griffie gesproken. Dus ik zal hem zo gauw als meneer Noot terug in zakken eens vragen. Want ik heb want wij moeten eigenlijk als provincie, als de gemeente Dalsen, de gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en de gemeente Twenterand en Almelo en Wierden, die moeten met z'n allen moeten wij daar een vergadering in beleggen. En dan moeten wij gaan zeggen, wat willen wij met de infrastructuur van Overijssel? En zo gauw als we daar dus uit zijn, dan zijn we automatisch klaar met het plan Scherpenkade. Want de A36, dat moet een vierbaansweg worden en dat is de complete oplossing van alle problemen. Oké, meneer Scherpenkade, uw oproep is heel duidelijk van, u wilt de verantwoordelijke burgemeesters bij elkaar om over het plan infrastructuur Overijssel te praten. U heeft het fantastisch weergegeven. Akkoord. Blijft u nog even staan. Als er nog vragen zijn vanuit de raad, vanuit de commissie moet ik zeggen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Ja, ik heb een vraag. U hebt over die nieuwe ontwikkelingen. Maar waar baseert u die op? Bent u daar zelf over geïnformeerd of bent u daar zelf achter gekomen? Nou, ik heb dus een gesprek gehad met meneer Van Vels Scholten van de gemeente Almelo. En die is ook een medewerker geweest bij de provincie en wij hebben elkaar exact gevonden. Hij zegt ook, ja, hij zegt dat, want die heeft mij de kaart namelijk laten zien waar die vijf wegen op stonden. En dat schijnt dus ook, maar wanneer is dat geweest, dat kan ik u helaas niet zeggen. Dat schijnt dus ook al een verkennisgesprek geweest zijn, maar u weet zelf wel hoe lang, als zo'n gesprek één keer geweest is, hoe vaak het nog herhaald wordt voordat er eigenlijk ook daadwerkelijk wat gebeurt. Maar die zegt ook, hij zegt, Schermekaar, wat een fantastisch plan. Hij zegt, als we dat in één keer nu oplossen, hij zegt, dan zijn we nog voor in één keer klaar. Ik zeg, ja, dat zijn we ook. Ik zeg op een gegeven moment, en die naam Schermekaar, die vergeet maar, want het gaat mij voor 100% om de inwoners van Overijssel en de inwoners van Dalsen natuurlijk. Oké, meneer Scherpenkaart, uw naam vergeten we niet en het is duidelijk dat u benaderd bent door de gemeente Almelo. Zijn er nog meer vragen? Nee? Dank u wel voor uw inbreng. Heel hartelijk bedankt en ik hoop dat u er allemaal wat mee gaat doen. Dan is hiermee punt 2 van de agenda verder met punt 3, vaststelling agenda. Ik wil de agenda behandelen zoals die voor ligt. Heeft iemand daar nog op- of aanmerkingen over? Nee, dan gaan we verder met punt 4. Bestemmingsplan Het Fabriek, deelgebied Stappenbelt, verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Voorbereidend, besluitvormend. Van de raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen, de bebouwde kom te wijzigen en een geurverordening vast te stellen voor het plangebied Het Fabriek in Nemelenveld. In het bestemmingsplan worden de nieuwe aansluiting bij Het Fabriek op de N348... en de aanpassing van de centrumaansluiting geregeld. Daarmee kan het bedrijvenpark uitbreiden en kan een nieuwe lokale weg worden aangelegd. Een belangrijke ontwikkeling voor Lemerenveld. Er zijn geen zienswijzen ingediend, maar de raad heeft wel een aantal brieven ontvangen over de verkeersveiligheid op de handelsweg. Behandeling in twee ronden. Informerende ronde voor de vragen.
om het nog wat duidelijker te krijgen en daarna uw opinie. Meneer F. Mosterman, ik zal even de voorletter erbij zetten voor vanavond, is de verantwoordelijke ambtenaar die is aangeschoven. Ook van harte welkom. Wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We hebben twee vragen. Althans, het gaat over twee vragen, twee aspecten van het hele verhaal. Eerst heeft te maken met de wegen. Het hele wegennet. Is het zo dat er voldoende doorstroming is? Wordt de veiligheid gegarandeerd? De afwikkeling van het verkeer, want het ziet er toch allemaal wat anders uit. En de leefbaarheid, dat is vraag 1. En vraag 2, is er op termijn nog verdere uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien? En hadden we niet een stukje meer mee moeten nemen? Maar dat is eigenlijk een open vraag. Ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan zegt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. U zei het al dat er geen zienswijze waren ingediend, maar dat er wel grote zorgen waren op de handelsweg. En dat wordt na uitvoering geëvalueerd. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe gaat u hiermee om en bij wie ligt straks het initiatief tot die evaluatie? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Fons, twee vragen in het verlengde van de vorige vragen. Ik vind het ook fijn dat ruimte voor nieuwe bedrijvigheid wordt geboden. En wordt er inderdaad op slimme wijze geanticipeerd op die mogelijke toekomstige uitbreiding waar ook de ChristenUnie op doelt. En verder over de verkeersveiligheid op de handelsweg. Ons bereiken ook die signalen van omwonenden. Dat met name ten aanzien van het autoverkeer in combinatie met kruisingen en laden en lossen als knooppunt wordt ervaren of daar angst voor is. Kunt u aangeven hoe groot het budget is voor de maatregelen die u eventueel gaat nemen als u dan met de bewoners op tafel gaat? En ook dezelfde vraag als gemeentebelang stelt, op welke wijze gaat u dit dan oppakken? Dank u wel, meneer Kouwen. Verder niemand vragen? Wethouder, mag ik u het woord geven? Graag, voorzitter, want ik ben een hele tijd stil geweest, dankzij het reces. Dus dit is weer een nieuwe kans, hè. Meneer Nijburg, u vraagt naar het wegennet. Is daar voldoende doorstroming, veiligheid en leefbaarheid? Wij denken dat door deze aansluiting de doorstroming bevorderd wordt, evenals de veiligheid. Omdat met name de grote vrachtwagens van het transportbedrijf niet meer over het hele terrein heen hoeven en vrij snel naar de N348 kunnen komen. Leefbaarheid. Er zijn daar ter plekke geen woningen op dit moment. Dus in die zin gaat dat niet beïnvloed worden. De enige woning die er staat, die is aangekocht en die wordt volgens mijn informatie 25 september aanstaande gesloopt. Er is nauw overleg geweest met het grote bedrijf van de firma Mesterbelt, die daar de vrachtwagens demonteert. Daar is zeer positief mee gesproken en over en weer wordt wat grond uitgeruild, zodat deze ontwikkeling mogelijk is. En daar heeft hij met plezier aan meegewerkt. U vraagt ook hoe zit dat met de uitbreiding. En dat komt eigenlijk ook terug bij de vraag van het CDA. Er zijn een aantal varianten geweest over hoe we dit aan de vork moesten gaan steken. Wat er nu is gedaan is dat de weg zo is geconstrueerd dat een uitbreiding die er eigenlijk al aan zit te komen, want we zijn al in gesprek met de provincie hierover, dat die mogelijk wordt gemaakt, zodat we de weg op een eenvoudige wijze kunnen doortrekken en op die manier het nieuw aan te kopen gebied ook kunnen ontsluiten. De zorgen van de mensen langs de handelsweg, die ken ik, die zijn bekend. Dat hebben ze ook in de brief aangegeven, dat ik heb toegezegd dat ik met hen in gesprek ga en dat we de zaak gaan onderzoeken en evalueren. Het initiatief ligt wat mij betreft bij ons, bij de gemeente. Volgens mij moet als ik iets toezeg, moet ik dat ook waarmaken. En mocht ik
daar mochten wij daar als college budget voor nodig hebben voor aanpassingen, dan kom ik graag bij u terug, meneer Kouwen. Ja, voorzitter. Ik lees inderdaad in het voorstel dat er een potje is. Ik zie ambtenaren al knikken. Misschien kunt u daar nog wat op toelichten. Dan geeft hij het weer te snel weg. Maar dan moet even via de voorzitter. Ja, meneer Kouwen, u had een vraag aan de wethouder, maar de ambtenaar is op de hoogte. Dus meneer Mosterman, mag ik u het woord geven? Dankjewel, meneer voorzitter. Dat klopt inderdaad, binnen de N348 budget, daar is ook een budgetje beschikbaar voor kleine aanpassingen om dit soort aanpassingen door te voeren. Dank u wel, meneer Mosterman. Maar u hoort een klein budget, dus dat baart mij zorgen. We wachten af tegen die tijd, wethouder. Alle vragen zijn beantwoord. Kan ik overgaan naar de opererende ronde? Kijk even, ja. Wie mag ik als eerste het woord geven in de opinie, meneer Nijburg? Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn in de eerste plaats blij met de beantwoording van de wethouder op de punten waar we zorgen over hebben. Daar wordt in ieder geval wat mee gedaan. We zijn ook blij dat het bedrijventerrein wordt uitgebreid en we wachten op de toekomst, hoe dat zich allemaal daar gaat ontwikkelen. Maar we zien toch wel positieve dingen in dit voorstel en we kunnen akkoord gaan. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We zien natuurlijk liever vandaag dan morgen dat de uitvoering ter hand wordt genomen en plan gereed komt voor de ondernemers van groot belang en daarbij zeker ook voor de werkgelegenheid. Dus voortvarendheid is wel gewenst. Maar we gaan er wel vanuit dat, werd al even daartoe gezegd, dat na de uitvoering de bewoners en de gebruikers van de Handelsweg gehoord worden en waar nodig snel aanpassingen worden uitgevoerd. We gaan akkoord met voorstellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter. Twee vliegen in één klap. Verbetering van de wegenstructuur en de o zo gewenste en nodige uitbreiding van het bedrijventerrein. We hopen dan ook dat de geschetste planning werkelijkheid wordt en de eerste vorderingen volgend jaar zichtbaar zullen zijn. Na realisatie verwacht de CDA-fractie wel dat er op passende wijze aandacht is voor de verkeersveiligheid aan de Handelsweg en de behoefte voor bedrijven in en rond Lemmerveld om verder te ontwikkelen. En dan merken we met name ten aanzien van de verkeersveiligheid ook op de nieuwe stromen die de nieuwe oprit gaat opleveren ten opzichte van de bestaande oprit afslag vanuit de Raalte aan de westkant die verdwijnt. Dus dat houden wij dan ook in de gaten. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het meeste is al gezegd. Het plan is al heel lang, wordt al heel lang aangetrokken, ook door de bewoners van Lemmerveld. Wij zijn er heel blij mee en wij hopen dat het ook voortvarend uitgevoerd wordt. Akkoord dus. Dank u wel, meneer Broer. Meneer Rooijakkers, D66. Idem, voorzitter. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het iets langer doen dan mijn buurman. Er zijn geen zienswijzen bekendgemaakt. De buurgemeenten hebben ingestemd. En de geurverordering geeft ontwikkelingsmogelijkheden voor boeren en bedrijven. Dus wij gaan ook akkoord. Dank u wel, meneer Warmelink. Resumerend, de volledige commissie akkoord met het voorliggende voorstel, waarbij vooral de twee vliegen in één klap. De uitbreiding wordt toch wel positief tegen aangekeken. En ik heb van de wethouder de toezegging gehoord dat hij het initiatief zal nemen richting de bewoners aan de Handelsweg. Dat na gereed komen van het hele plan daar een evaluatie zal plaatsvinden. En daar vertrouwen wij op. Daarmee kan ik stellen dat we dit agendapunt hebben afgewikkeld en dat het als akkoordstuk naar de raad van 25 september. Gaan we 5 van de agenda. Verbreden, fietspad, Oude Oever. Andermaal verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Ook weer voorbereidend besluitvormend. Ook weer de verantwoordelijk ambtenaar de heer F. Mosterman. En er bestaat bij veel inwoners een gevoel van onveiligheid over het fietspad aan de Oude Oever. Het college heeft een studie gedaan naar verschillende varianten om dit aan te pakken.
en stelt de raad voor om te kiezen voor verbreding van het bestaande fietspad over de gehele lengte. Wederom wandeling in twee ronden, informerend, opinierend. Wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? De heer Warmeling begint nu aan deze kant. Dank u wel, van de voorzitter. VVD. Wij hebben twee vragen. Vraag 1 is, hoe gaat de gemeente handhaven dat alleen perceeleigenaren het zandpad met een motorvoertuig kunnen betreden? En vraag 2, waarom wordt het zandpad opgeknapt als er enkel maar perceeleigenaren overheen mogen rijden? Dank u wel. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar aanvullende vragen. Op de eerste plaats geloof ik dat bij de gemeente men erg enthousiast is over beton. Met name omdat men ervan uitgaat dat het in 50 jaar wordt afgeschreven en de onderhoudskosten wat lager zijn dan van asfalt. Ik vind 50 jaar een erg lange termijn voor dit soort voorzieningen. En het alternatief is niet gegeven. Omdat ik vind de investering van 380.000 euro voor zo'n fietspad toch wel aan de hoge kant. Dus ik vraag mij af of het niet verstandig is om er op iets kortere termijn dan 50 jaar naar te kijken. Dat is mijn vraag. En dan had ik over dat afwegingskader en de manier van kijken daarna nog de vraag van, is een fietspad door de uiterwaarden wel te overwegen? Ik woon daar al 32 jaar in de buurt en ik heb verschillende keren meegemaakt dat het water zo hoog is dat de hele weg onder water staat. En om dan zeg maar nog de richting uiterwaarden een fietspad te maken, dat lijkt me nogal penibel. Ik weet niet of dat bekeken is. En in het afwegingskader mis ik ook een rij met kosten. Ik heb eigenlijk dan nooit meegemaakt dat je tussen verschillende alternatieve afwegingen doet zonder überhaupt naar de kosten te kijken. Dus dat was ook een vraag waar ik van denk dat ik een beetje curieus. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik ben zo in de buurt. CDA-fractie heeft ook een paar vragen. Want in het uitvoeringsplan GVV 2016-18 staat dat er een onderzoek is aangekondigd in 2017 naar de fietsveiligheid van met name jonge fietsers en voetgangers, schoolgebieden. Want we zitten met het fietsparen, het budget 380.000 euro wordt ons nu krediet voor gevraagd. Wij vroegen ons af wat u nu gaat doen met de knelpunten die daaruit zijn gekomen en de prioritering die daaraan is gegeven. Technisch werd mij toegelicht dat zodra er geld is, zullen we het oppakken per jaar. En de tweede vraag is of er al meer duidelijkheid is over de subsidieaanvraag van, van het tientorenplan van de ruimte voor de vecht. Dank u wel, mevrouw Schippers. Meneer Broeren, ja. Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me eigenlijk even aansluiten bij mijn voorgangers. En ik richt mij met name even op het afwegingskader. Ook wij hadden daar wat vragen bij. Want ook wij kwamen erop uit van, nou, wij zien bijvoorbeeld de kolom, zal ik maar even zeggen, bestemmingsplan staat erin. En die zorgt er eigenlijk voor, zoals we er nu naar kijken, dat we kiezen voor de huidige traject opwaarderen in plaats van bijvoorbeeld het scenario uiterwaarden. Nou, dat vonden wij een beetje een rare, want een bestemmingsplan kun je aanpassen volgens mij. Dus daar hadden wij even vraag bij, hoe zit dat precies? Wat houdt dat dan precies in? Misschien begrijpen wij het niet goed. En de tweede is, ik kan ook nog wel een aantal dingen verzinnen, zoals kosten inderdaad, die wij graag terug hadden gezien in zo'n afwegingskader. En ook als ik bijvoorbeeld kijk naar, nou, er zijn mensen die zeggen, nou, door de uiterwaarden fietsen, dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Dat is recreatief behoorlijk interessant. Maar ecologisch gezien kan ik wel een paar dingen noemen waarom dat vrij bezwaarlijk is. Maar toch zie ik dat niet heel sterk terug in het afwegingskader. Dus daar had ik ook gewoon even een vraag over. Van is daar ook goed naar gekeken? Nou, dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Boeren. Meneer Jutten, gemeentebelangen. We zijn natuurlijk heel blij dat dit op de agenda staat nu. Want daar moet wel een keer wat aan gebeuren. Maar we hebben ook toch wel enkele vragen. Inderdaad, in de tabel zien we ook de posten grond aankopen. Maar voor tracé van variant 1 zijn daar grondaankopen voor nodig. En inderdaad, wat onze collega's zeggen over de kosten, de verschillende varianten die zijn niet onderbouwd met budgetten, maar is daar een reden voor?
En als laatste vraag, van, dat vind ik ook wel een belangrijke, waarom wordt er niet een tracé doorgetrokken naar de gemeente Ommen om het aansluiten bij het fietspad door Vassen? Dan is de route compleet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Drie series van vragen. De eerste heeft te maken met de gevoelens van onveiligheid op dat fietspad. Moet je niet wat aan die gevoelens doen in plaats van aan de breedte van het fietspad? We hebben gezien dat er 5 ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan 1 of 2 met dieren. Nou, hoe breed het fietspad ook is, die dieren die lopen daar toch, dus dat gaat sowieso fout. Tweede vraag heeft te maken met het afwegingskader, wat door sommigen ook al is gevraagd. Wij hebben er wel wat bezwaren tegen om een fietspad door de uiterwaarden te leggen, want wij denken, ja, we hebben dat als gemeente nooit als optie gezien. Dus geen infrastructuur buitendijks. Dus je zou dat in dat kader minder punten daaraan moeten toekennen. In feite wordt door de Partij van de Arbeid ook al gezegd. En dat zien wij ook. En verder, ja, bij hoe breder je het maakt, ja, misschien trek je dieren aan, maar je trekt ook snelle fietsers aan. Dus dat is ook maar de vraag of dat verstandig is, hè, in die variant. En de vraag die door de meesten is gesteld ook, ja, moet je financiën niet ook meenemen als afwegingscriterium? En dan ook nog de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer van zo'n fietspad. Dus ja, we hebben nogal wat vragen bij het gevoel van onveiligheid en de effecten die dit allemaal heeft. Dank u wel, meneer Nijburg. Wethouder, u bent nog druk aan het schrijven. Als u klaar bent, dan mag u het woord nemen. Dank u, voorzitter. Er zijn er wel een paar die ik graag zometeen via u doorspeel naar de heer Mosterman. De heer Warmelink die zegt, hoe gaat u handhaven dat alleen perceeleigenaren daar mogen rijden met een auto, dan wel ook bestemmingsverkeer, want ze zullen af en toe ook misschien een bankstal of iets dergelijks krijgen, dat weet je maar niet. Dat is voorbehouden aan de politie, dat hoef ik niet te gaan handhaven, want dat doet de politie voor ons. Waarom opknappen? Nou, de weg heeft op een aantal plekken toch wel wat wat nalatigheden, wat onvolkomenheden, en dat pakken we nu in één keer even mee. D66 pleit voor kortere termijnen van afschrijving. Wellicht denkt de heer Rooijakkers dat wij over een jaar of 30, 40 op van die Jetson zweeffietsen door de lucht ons voortbewegen. Maar vooralsnog hou ik even de wielen op de grond. En beton heeft inderdaad een langere afschrijftermijn en is goedkoper in beheer en onderhoud. Fietspad in de uiterwaarde, dat komt bij meerdere terug. Er is een voorbereidende werkgroep geweest en die heeft gesproken over, ik meen, 4 varianten. In de voorbespreking kwam men al heel snel tot de conclusie dat er eigenlijk 3 varianten waren die onwenselijk waren. Toen is er met mij teruggekoppeld, dit gaat deze kant op, wat wil je? Ik zei, nou, je gaat geen onnodige tijd besteden aan het uitrekenen van varianten die toch niet gekozen worden. En daarom is daar verder geen financiële onderbouwing bij gekomen. En ik ben het volstrekt met de heer Broer eens, want ik was not amused over een fietspad in de uiterwaarde vanwege ecologische principes. Als je het al heel moeilijk hebt om de weinige weidevogels die wij hebben te houden, dan moet je dit zeker niet gaan doen. Net zo min als struinpaden langs de weg. Mevrouw, even kijken, CDA, ja. U vraagt naar, waar zit u? Daar, mevrouw Schiphorst. U vraagt naar het onderzoek fietsveiligheid jeugd. Dat vraag ik zo even aan of dat beantwoord mag worden. Dat weet ik niet hoe het daarmee staat. De subsidieaanvraag, is daar al duidelijkheid over? Volgens mij wel, hè? Ja, informeel. Informeel is die toegezegd. En dan, als we zo'n toezegging informeel hebben, dan kunnen we er eigenlijk ook wel op rekenen dat we die krijgen. Grond aankopen, dat vraag ik ook even zo aan de heer Mosterman.
Doortrekken van het fietspad vind ik een goede suggestie, is bij ons ook aan de orde geweest. We hebben dat nu niet meegenomen, omdat het heel specifiek in het coalitieakkoord dit fietspad van het ene punt tot het andere punt is genoemd. En daar voelden wij als college dus een verplichting om ons daarmee bezig te houden. Maar de suggestie om hem in een volgende tranche van Ruimte voor de Vecht, het Tientorenplan, als dat wordt gecontinueerd, om dit weer dan mee op te nemen, die neem ik graag van u over. De ChristenUnie zegt, gevoelens van onveiligheid wegnemen, dat zou beter zijn. Dat geldt op heel veel plekken in onze gemeente. En dat is lastig om bij mensen gevoel van onveiligheid weg te nemen. We proberen dat wel te doen door voorlichting en ook door het actieplan wat samen met Veilig Verkeer Nederland op scholen wordt uitgerold. Maar er zijn zoveel plekken waar mensen onveiligheid voelen, dat wordt heel moeilijk. Terecht zegt u, als je het fietspad breder maakt, dan loop je het risico dat de elektrische fietsen daar ook sneller zullen gaan. Wellicht moeten we dan verkeersremmende maatregelen gaan. Ja, de politie is toch wel aan het controleren. Dus, En over de financiën, waarom we dat niet hebben gedaan, heb ik u ingelicht. Dat vond ik echt niet zinvol om mensen dat uit te gaan laten rekenen als je van tevoren weet dat je dat toch niet gaat doen. Er zijn er nog een paar open gebleven, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Leeuw. Meneer Mosterman. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb nog een vraag opgeschreven over de grondaankoop. De afweringskader, dat is al in een vroegtijdig stadium dus al gedaan. En daarna zijn we de focusvariant verder gaan uitwerken. En daar hebben we... is het ons toch gelukt om alles binnen het huidige profiel en onze eigendom daarbinnen te krijgen. Dus daarom hebben we op sommige plekken hebben we het zandpad iets verschoven en het hele fietspad iets naar het zuiden toe verplaatst. Andere plekken hebben we weer net als andersom gedaan, hebben we iets naar de middenberm gedaan. En door daar slim mee om te gaan, hebben we daar dus ook geen grondaankoop gelukkig bij nodig. Dus dat... Zo staat het dus wel in de tabel, maar dat is een vroeg stadium. Maar dat is uiteindelijk dus niet nodig. Dat was de onderzoek voor fietsveiligheid, ja klopt. Dat is het onderzoek voor fietsveiligheid. Dat is echt de afgelopen zomer uitgevoerd. Dat staat sinds kort staat dat ook op de site van ons, van www.dalsen.nl. En daar zit een bepaalde prioritering in. Dat is wel een heel ander soort onderzoek waar het hier om gaat. Daar is naar alle basisscholen in de gemeente Dalsen kon men knelpunten aangeven die zij ervaren. En binnen die knelpunt is een bepaalde prioritering aangegeven en worden sommige punten opgepakt. En binnen het GVP... Daar is budget voor. Daar worden, als het kan, daar waar kan, worden punten meegenomen. Waar dit project in is, dat gaat over budgetten. Ja, dat is een nieuw project. En binnen het GVP hebben we afgesproken van, als er een groot nieuw project is, daar vragen we apart, separaat budget voor aan. Dank u wel, meneer Mosterman. Ik verneem van mijn buurvrouw dat zij nog een aanvullende vraag heeft, mevrouw Schiphorst. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mosterman, voor die technische beantwoording. Dat was me ook duidelijk geworden uit uw berichtgeving van vanmiddag. Maar het ging mij erom van, er zijn er een aantal die in prioriteit zijn aangegeven. En daar waar het grote project betreft, wordt er apart krediet gevraagd. Maar er zijn dus ook wat met wat lagere prioritering. Voor mij niet minder belangrijk, maar dat heeft meer met veiligheid van onze kinderen en dan met name in die schoolomgevingen te maken. En daarvan werd toegelicht dat het daar waar budgetten zijn, gaan we dat oppakken, gaandeweg, per jaar. En mijn vraag is, hoe stelt u zich dat voor of hoe krijgen we dat naar ons toe? Wethouder, mag ik u in eerste instantie om een antwoord vragen?
Ja, u mag mij rustig om een antwoord vragen. Ik neem u even mee, mevrouw Schiphorst. We hebben afgelopen voorjaar afscheid moeten nemen van onze medewerkster, mevrouw Bloemhof. Afgelopen donderdagmiddag zijn er sollicitatiegesprekken geweest om deze vacature in te vullen. Ik heb nog niet gehoord of dat succesvol is geweest. Er wordt ja geroepen door de gemeentesecretaris. Dus er is witte rook, zoals ze dat dan noemen. Ik stel mij zo voor dat deze persoon, die zal een opzegtermijn hebben. En op het moment dat hij dan bij ons in dienst komt, dan zal er zeker een kennismakingsgesprek zijn. Er ligt bijvoorbeeld nog een motie op de Griffie over de rotonde Kampmansweg, waar ik toezeggingen heb gedaan. Ik denk dat het verstandig is dat we die schoolroutes zo snel mogelijk dan gaan oppakken. Maar door de onderbezetting is dat op dit moment niet gelukt. En dat zou dan vanaf december kunnen gaan beginnen. Dat is mijn inschatting. Mag ik hierop reageren, voorzitter? Dank u wel, meneer Verleeuw. Mevrouw Schiphorst. Bezetting is wat mij betreft, ik begrijp uw probleem. Ook de rotonde Kampmansweg is genoemd in dat onderzoek als knelpunt en als groot probleem. Er is al meer aandacht voor gevraagd. U geeft aan december. Wat ons betreft heeft het wel prioriteit. En prioriteit staat bovenaan wat ons betreft. En ik wil u dat meegeven dat u daar voortvarend mee aan de slag mag. Voorzitter. De boodschap is helder, mevrouw Schiphorst. Ik heb hem ook als toezegging genoteerd. Dus. Ja, die boodschap wil ik graag ondersteunen, want ik denk dat het belangrijker is dat je fietsveiligheid voor leerlingen en schoolgaande jeugd garandeert, dan dat je een schijnveiligheid op het fietspad langs Den Oever gaat creëren. Ja, maar ik ben dit niet met u eens, meneer Nijburg. Normaal ben ik het altijd met u eens, maar dit ben ik niet met u eens. Want u zijn we al een opinierende ronde begonnen? U heeft het over zojuist had u het over een gevoel van onveiligheid. Nu heeft u het over schijnveiligheid. Dit gaat mij even iets te ver. Want ook bij deze rotondes, hoe u het nu ook wendt of keert, gaat het om een gevoel van onveiligheid. Oké, dank u wel voor de verdere beantwoording. Ik wil nu overgaan naar de opinierende ronde. Tenminste, als er geen aanvullende vragen meer zijn, kijk even rond. Nee. Opinierende ronde, wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik wil even nog wat reageren op het antwoord van de wethouder over de Jetsons. Voor de jonge luisteraars onder ons is dat misschien een lastig iets. Maar het was een of andere familie die zich voorbewoog zonder wielen. Dat vond ik heel grappig, maar dat was niet de antwoord op mijn vraag. Ik weet ook wel dat we misschien over die jaren nog zullen fietsen. Maar, en dat sluit ook aan bij de opmerking denk van mevrouw Schiphorst, je kunt het geld ook maar één keer uitgeven. En als je iets kunt uitgeven voor 25 jaar en je kunt tegelijkertijd nog 3 andere projecten realiseren van dat geld, dan is dat misschien een optie ten opzichte van een één keer of 50 jaar het uitgeven. Alleen kunnen wij als arme raadsleden die afweging niet maken. Want u heeft ons die alternatieven niet gegeven. Dus dat is een stukje opinie. En verder bevreemdt het me dat er dan een afwegingskader is zonder de kostenvergelijking. En dat u nu zegt van ja, maar die anderen waren toch niet opportun. Nou, zet ze er dan ook niet in. Dat vind ik, dan hoeven wij ook niet erover na te denken over de afweging. Want ik vind, of je maakt een serieuze afweging of je maakt hem niet. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Warmelink. Dank u wel, voorzitter. Het is nogal een behoorlijke investering voor een fietspad en een zandweg. Nou, de wethouder die geeft aan dat er wordt gehandhaafd van mensen die oneigenlijk gebruik maken van het fietspad. Nou, dat impliceert volgens mij dat er dus veel oneigenlijk gebruik van gemaakt wordt. Anders hoef je niet te gaan handhaven. Dan zou ik dus de zandweg ook niet aanpakken. Want volgens mij de perceeleigenaren zijn boeren met tractoren. Dus als die weg moeilijk bereikbaar is met de personenauto, dus ik neem aan dat de oneigenlijk gebruik niet door tractoren gebeurt, maar door personenwagens, dan rijden ze daar ook niet zo snel overheen. Goed, het is vooral een verbetering voor het toerisme, de veiligheid
en het tweewielig woonverkeer. Nou, we gaan ervan uit dat dit een duurzame investering is voor de komende 50 jaar. Je moet hierbij ook denken aan het fietspad langs de Diezenstraat bij ons in de buurt. Nou goed, wij gaan derhalve akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Warmeling. Nog even een verhelderende vraag aan meneer Rooijakkers. Ging u akkoord of niet akkoord met het stuk? Nou, ik wacht nog toch op nog een verduidelijkend antwoord over deze zaak. Want ik kan er toch heel slecht een mening over vormen. Dus ik hou het nog even in portefeuille. Maar dat er iets moet gebeuren in de fietspad is wel duidelijk. Maar ja, als dit nou de beste oplossing is, dan is het nog maar niet helemaal zeker. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor uw aanvulling. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons eigenlijk aansluiten bij de bijdrage van D66. Dus ik neem het graag terug naar de fractie. Dank u wel, meneer of mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. Maar de CDA-fractie is blij met deze aanpak. En ik wil meneer Warmelink uitnodigen om eens een keer een uurtje bij ons te komen fietsen om te kijken wie eraan wonen en hoe het fietspad ligt. Kunnen we niet naast elkaar, maar achter elkaar, want naast elkaar gaat niet. Maar dat is terzijde en ik hoop dat u die uitnodiging aanneemt. Dan kunt u zien wie eraan wonen en hoe het verkeer zich daar ontwikkeld heeft. Alleen 2013 en 14 heeft de CDA-fractie in het verkiezingsprogramma en later is het ook in het coalitieakkoord, hebben we ons hard gemaakt om dit mooie fietspad veiliger te maken. Het fietspad wordt als onveilig ervaren en dat heeft vooral te maken bij het passeren. Een aantal inwoners op leeftijd mijden nu het fietspad, uit angst om elkaar te raken. En dat gaat gelukkig tot het verleden behoren, bij de verbreding. Dank voor de toezegging om ook de knelpunten uit het onderzoek rondom de jeugdige fietsers en voetgangers met hoge prioriteit op te pakken. We realiseren ons dat de prijs fors is. Maar met de mondeling toegezegde subsidie krijgen we wel een veilig fietspad. En hebben we, zo is ons in het voorstel toegezegd, voor de komende 50 jaar een veilig fietspad in een mooi stukje Dalfsen. En de CDA-fractie stemt daarom in. Van harte met het voorstel. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Het verbreden van dit fietspad stond inderdaad in het coalitiedocument als een grote wens. En wij vinden het wel zeer prettig dat de uitvoering ter hand wordt genomen. Als we allemaal akkoord gaan natuurlijk. De verschillende varianten die voorlagen hebben we wel beoordeeld. Dus voor zover we dat konden. Maar we zijn al snel tot de conclusie gekomen dat variant 1 toch wel de beste optie is. En daarbij wijzen we wel op dat het overzicht in de bochten sterk verbeterd moet worden. Dat is er nu niet. Ik heb dat al eens een keer eerder genoemd. En het brengt veel gevaar met zich mee. Dus enig kap- en snoeiwerk is ook wel vereist. Wij hopen inderdaad dat er als vervolg op dit tracé ook het laatste stuk nog een keer ter uitvoering komt. Zodat we kunnen genieten van een prachtige route door het Vechtdal richting Ommen. We gaan akkoord met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, het geheel beluisterd hebbend komen wij tot de conclusie dat het voorlopig nog mist aan een integrale afweging. En dat heeft mevrouw Schiphorst net even aangegeven. En dat vinden we toch wel belangrijk. Dus wij willen toch dit punt graag nog mee terugnemen naar de fractie. Voordat we de uitspraak daarover doen. Meneer Van Leeuwen, kunt u nog reageren? Er zijn drie partijen akkoord. Anderen nemen terug naar de fractie. Wilt u daar nog een reactie op geven? Nou, ik zal proberen de heer Rooijakkers nog even mee te nemen. Waarom toch genoemd? Omdat wij wel recht willen doen aan de werkgroep die daar inspanningen aan heeft verleend. Door nu deze andere mogelijkheden te verzwijgen, vind ik dat we de werkgroep niet serieus genomen zouden hebben. De afweging om voor beton te kiezen is een vrij duidelijke. We doen dat bij meer van dit soort grote fietspaden. Dat is ook gebeurd langs de Dedemsweg. U kent ze zelf ook allemaal wel. En nogmaals, de belangrijkste afweging heeft te maken met beheer en onderhoud. En de afschrijvingstermijn waardoor we de afschrijvingskosten, de lasten, lager kunnen brengen.
De lasten zouden met een asfaltweg ongeveer hetzelfde zijn. Maar dan gaat het over de lasten. Hè? Maar dat hoef ik u niet uit te leggen, want dat begrijpt u wel. Vergis je niet dat als je daar een asfaltpad zou willen neerleggen, dat je wel ook eerst die hele betonweg die er nu ligt, moet je ook slopen. Dus het is niet zo dat het... Het zal iets goedkoper zijn, maar wij vinden dat dit beter is. Dank u wel voor uw aanvulling. Samenvattend heb ik een toezegging van de wethouder gehoord dat hij voortvarend in het najaar op zal pakken de fietsveiligheid en de prioritering van de punten die nog openstaan. En de grote deel van de commissie is akkoord met het stuk. Maar aangezien toch drie partijen het wel terug willen benemen naar de fractie, wil ik het als bespreekstuk 3 partijen willen het terugnemen naar de fractie. En daarom wil ik het als bespreekstuk terugbrengen in de raad. En ik neem aan dat we er dan kort maar krachtig over kunnen beslissen. Daarmee hebben we punt 5 van de agenda afgewikkeld. Dan gaan we verder met punt 6. Herziening provinciaal inpassingsplan N340. Wederom de heer Van Leeuwen, ook voorbereidend besluitvormend. En hier vormt hij ook weer een duo met meneer F. Mosterman. In 2012 heeft de provincie een provinciaal inpassingsplan, PIP, kort afgezegd, vastgesteld voor de aanpassing van de N340. Dat PIP wordt nu gewijzigd naar aanleiding van bezuinigingen door de provincie. Ze zijn wettelijk verplicht om de gemeenteraden te horen voordat het PIP wordt vastgesteld. Het college heeft een officiële zienswijze ingediend in juni 2017, maar de raad kan ook zelf een reactie geven. In dat kader is een conceptbrief namens de raad bijgevoegd, waarin die aanvullingen kunnen worden opgenomen. Het is belangrijk om dat in deze raadscommissie alvast aan te geven, dan wordt dat voor de raadsvergadering aangevuld. Wederom, 2 ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven voor de vragen? Meneer Warmelink. Dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag. Als de N340 gereden is, wordt de Koesteeg en de rondweg meer belast dan momenteel. Dit komt volgens ons omdat dan via de Wellesumerweg de N340 bij Wellesum niet meer betreden kan worden. Dus dan moet al dat verkeer naar de Koesteeg. Ook met de omhanden zijnde uitbreiding van Oosterdalsum worden de rondweg en de Koesteeg nog meer belast. Onze vraag is of voorgaande overwegingen meegenomen zijn in het ontwerp van de N340. Dank u wel, meneer Warmelink. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In de nota lezen we over herbestemmen van woningen. We hebben in het verleden al eens gevraagd van is er ruimte voor financiële compensatie. Ik lees dit niet terug in de stukken. Is bekend of daar ruimte voor is om die mensen tegemoet te komen die met name continu in onzekerheid hebben gezeten en geen onderhoud hebben gedaan en investeringen aan hun perceel. Dank u wel, mevrouw Rameman. Kijk er even verder. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, ook een vraag over financiën, voorzitter. Dat gaat over, is het mogelijk dat er mensen komen die planschade gaan vragen? En wie is daar de risicodrager? Komt dat bij de gemeente terecht of komt dat bij de provincie terecht? En een vraag ten aanzien van de verkeersintensiteiten. Er wordt over allerlei wegen wordt gesproken over verschillen in verkeersintensiteit. Niet is meegenomen het fietsverkeer op de parallelweg Noord tussen Oud-Leuzen en Varsse. Dus misschien kan de wethouder daar ook nog iets over zeggen. En misschien zou het zelfs meegenomen kunnen worden. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op uw zienswijze naar de provincie. Voor onze fractie natuurlijk al een aantal vragen. En over het proces, de communicatie en zeker in eerste plaats over de veiligheid. En dat het proces onduidelijk is, dat blijkt wel dat we hier nu zitten.
op mijn, met deze vragen. Een vraag die hier naar voren komt is, hoe is het nu gesteld met de mogelijkheid tot het instellen van beroep voor de gemeente? We hebben nu een heel ander en goedkoper plan voor liggen dan eerdere ontwerpen. Welke mogelijkheden zijn er nog? Voor de direct betrokkenen is natuurlijk goede communicatie van groot belang. En dat is zeker hier niet gebeurd. Daardoor leven nog veel aanwonenden in grote onzekerheid. Hoe kan dat zo snel mogelijk verbeterd worden en gaat u daar de provincie nog op aanspreken? Wat veiligheid betreft, het verplaatsen van de aansluiting in de twee rijstroken van Ankerbedijk naar de Engelandweg, dat lijkt makkelijk gevraagd, maar overzien we dan wel alle gevolgen voor de aanwonenden? Kunt u die betere veiligheid en leefbaarheid die u noemt toelichten en geldt dat voor alle aanwonenden? De veiligheid op de parallelwegen baart ons wel de grootste zorgen. Over het gehele tracé hebben we onze vraagtekens. We vragen ons echt af of de veiligheid voor fietsers geborgd kan worden. Zijn de wegen breed genoeg voor het passeren met steeds groter wordende landbouwvoertuigen en overige bestemmingsverkeer, wat toch wel gebruik zou maken van die parallelwegen? En werd al genoemd het terugbestemmen van de percelen van woningen en bedrijven. Er roept ook nog wat vragen op. En hebben zowel de gemeente als de provincie wel goed inzicht in de gevolgen? Als bijvoorbeeld een agrarisch perceel niet als zodanig wordt terugbestemd en er komt een woonbestemming op. Wat zijn dan de gevolgen voor de agrarische bedrijven die daarachter liggen? Hebben die dan kans of risico dat ze op slot komen te staan? Dat is voor onze vraag, dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Verder nog meneer Rooijakkers, D66. Ik zal proberen me tot vragen te beperken, voorzitter. Ik vraag mij af waarom niet alle woningen die wegbestemd zijn, ook gewoon moeten worden afgebroken. Ik vraag mij af of dat er überhaupt mogelijkheid is om die terug te bestemmen zonder dat de gemeente daar een medewerking aan moet verlenen. Ik vind het een heel raar verhaal, daarom is dat de vraag. Dat mensen gedwongen op een gegeven moment zijn om een huis te verlaten, eigenlijk tegen hun zin in. We moeten ergens anders naartoe en nu zegt de provincie, we bestemmen het weer terug en we kunnen het mooi verkopen aan een ander. Is dat wel acceptabel? Al was het niet alleen dat op juridische overweging, maar in elk geval op moreel-psychologische overweging, is dat toch eigenlijk iets wat je niet kunt waarmaken? Dat is mijn vraag en ik weet niet hoe dat de gemeente daarover denkt. En het tweede is, dat is een ander, dat heeft ook te maken met, ik sluit een beetje aan op mensen die blijven zitten in een huis, die het niet hebben verkocht. Kan de gemeente er wat tegen doen dat ze de provincie, zijn provinciaal inpassingsplan nu zo verandert, of althans wil veranderen, dat de eisen die eerder werden gesteld bij het vorige provinciale inpassingsplan, omdat het dan een nieuwe weg zou zijn ten aanzien van de geluid, dat die dan nu niet, kennelijk niet meer aan de orde zijn omdat de weg niet meer verandert. Terwijl de blootstelling ongeveer hetzelfde is als bij de plannen die men oorspronkelijk had. Dat is de vraag. Kunnen we daar wat aan doen? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Verder meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag over het proces wat we vanuit de gemeente voeren. We hebben wat ons betreft een hele goede brief gezien vanuit het college. Wat is de keuze om die brief eerst te versturen vanuit het college en dan zeg maar 2 maanden later een brief vanuit de raad erachteraan te sturen? Waarom doen we dat niet in gezamenlijkheid? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, dat mag. Dank u wel. Ik begin even met de laatste vraag van de heer Broeren, want dat is inderdaad een wonderbaarlijke situatie. Wat zich voordeed is dat terwijl u op reces ging, de provincie eigenlijk nog geen week daarvoor een brief stuurde met het verzoek om voor 17 juli, doe het even uit mijn blote hoofd, te reageren. Maak je daar geen gebruik van, verlies je ieder recht van spreken. Er zijn 24 zienswijzen ingediend en eentje was buiten de termijn en die wordt dan niet ontvankelijk verklaard. Dus daarom heeft het college gereageerd. Tegelijkertijd hebben wij aangegeven dat formeel het recht tot reactie bij de raad ligt. En dat wij dus vinden dat u in september de eerstvolgende mogelijkheid daar de kans voor moest krijgen. Dat is hoe het gelopen is. Dus puur om ervoor te zorgen dat wij onze rechtspositie veiligstelden, is die brief verzonden.
kom ik gelijk even op een vraag in het verlengde hiervan van gemeentebelangen. U vraagt eigenlijk op de man af, kan hier nog beroep tegen worden ingesteld? Dat hebben we nagezocht. Ja, dat is mogelijk. De heer Warmelink, als de N340 gereed is, dan zal de koelsteeg drukker worden, mede omdat de Welsummerweg wordt afgesloten. Is dat meegenomen in de overwegingen bij de indeling van de N340? Het werkt andersom. De N340 wordt ingericht en het onderliggende wegennet moet aangepast worden. Daar zijn diverse studies van gemaakt in het verleden. Die heeft de Raad ook al ontvangen, de verkeersintensiteiten. En tot nog toe laten alle modellen zien dat de koesteeg die prima kan verwerken. Ik denk dat de laatste versie, die zal ongeveer een jaar geleden op het RIS geplaatst zijn. Die moet nog wel te vinden zijn in overleg met de griffier. CDA vraagt het herbestemmen van woningen. Is daar wel geld voor? Ja, daar is geld voor, want de provincie verwacht, ik heb vanmiddag gesproken met de nieuwe projectmanager, de provincie verwacht dat ze een aantal van deze woningen gewoon op de vrije markt kunnen verkopen. En die gelden die komen dan in principe beschikbaar. Er zijn inmiddels ook in elk geval twee eigenaren die aan het procederen zijn gegaan, waarvan ik er van één weet dat er een tussenvonnis is. En die hebben voor een zeer aanzienlijk bedrag van de rechter gelijk gekregen. De provincie gaf bij monden van de projectleider vanmiddag aan dat zij zich daaraan zullen houden, aan dat lijkt me ook logisch, aan rechtelijke uitspraken. Hoe het precies gaat lopen, is er geld voor eigenaren om ze tegemoet te komen, dat durf ik u niet te zeggen. Ik wil er wel naar vragen. En datzelfde geldt voor planschade. In feite geef ik al aan, doordat er mensen zijn die zijn gaan procederen. En ik weet er van twee, maar misschien dat er nogal één bij is gekomen. Het risico wordt gelopen door de provincie. Want dat is de initiatiefnemer. En u miste nog bij de verkeersintensiteiten de fietsers die van Oud-Leuzen naar Ommen gaan, naar school. Ik kijk even naar de heer Mosterman. Als die niet opgenomen zijn, ben ik van mening dat we dat alsnog moeten doen. Gemeentebelangen. Goede communicatie, de provincie erop aanspreken. Ja, ik ben het volstrekt met u eens dat dat tot nog toe een puinhoop geweest is. Ik zeg het maar zoals het is. Het gesprek vanmiddag heeft me goede hoop gegeven dat deze nieuwe projectmanager anders in elkaar zit. Hij heeft mij nog wel aangegeven dat de 23 zienswijzen, dat hij die met zijn team persoonlijk met de mensen wil gaan bespreken. In plaats van dat met een briefje af te doen. Dus dat geeft mij al goede hoop. Niet dat ze daarmee het proces van de afgelopen 10 jaar goed kunnen maken, maar ik hoop in elk geval dat ze naar de toekomst toe wel goed zullen communiceren met de mensen. Wat gaat er gebeuren? Wat staat er met te wachten? Verplaatsen van het kruispunt. Wij meenden dat als je dat kruispunt zou verplaatsen, dat je dan een tweetal voordelen zou behalen. Namelijk één, dat er over veel kortere afstand over de parallelweg gereden hoeft te worden door het verkeer. En dat is een pluspunt. En tweede, we denken dat het Rode Hert daardoor beter ontsloten zou blijven. Heeft iedereen daar voordeel van? Nee, daar zijn ook mensen die daar nadelen van hebben. Vanmiddag in het gesprek is mij duidelijk gemaakt dat de provincie deze mogelijkheid niet overweegt. Die gaan ze niet uitvoeren. De veiligheid van de parallelwegen, ja, u heeft gezien dat wij daar heel veel aandacht voor hebben gevraagd. Ook vanmiddag in het gesprek heb ik dat nog weer een keer gedaan. Ik heb ook aangegeven van, denk erom jongens, als daar zoveel verkeersbewegingen zijn en er zitten kwetsbare groepen bij, dan hebben we echt een uitdaging om dat goed op te lossen. Het terugbestemmen van percelen, daarover is door Provinciale Staten een motie aangenomen. Alles moet worden terugbestemd zoals het was, voordat het uit de bestemming was gehaald.
Dus wat een woning was, blijft een woning. Wat agrarisch perceel is, blijft agrarisch perceel. D66 vraagt zich af of de provincie dit allemaal zelfstandig kan doen. De provincie is van oordeel ja, dat ze daar zelfstandig dat kunnen doen. Ze hebben ook destijds zelfstandig met één, nou ik zou bijna zeggen pennenstreek, alle woningen uit de bestemming gehaald. Eisen ten aanzien van het geluid, kunnen we als gemeente hier iets aan doen? Dan kijk ik toch even iets meer van technische aard naar de heer Mosterman, of die dat zo mag beantwoorden van de voorzitter. Volgens mij heb ik ze zo, voorzitter. Dank u wel, meneer Verleeuw, meneer Mosterman. Ja, wat betreft het geluid, dan moeten ze gewoon, ook de provincie moet daar aan de eisen en de wettelijke eisen voldoen. En niet meer en niet minder eigenlijk. Ja. Mag ik dat aanvullen, voorzitter? Ja, gaat u. Waarbij er een discussie is, en ook dat zal voor de rechter gaan komen, of dat ze moeten voldoen aan de eisen zoals die waren, of de eisen dat het als een nieuwe woning daar neer wordt gezet. En dat is een, en ik begrijp dat daar de partijen verschillend tegenover elkaar staan, want dat zijn twee tegengestelde belangen. En ik sluit niet uit, sterker nog, ik hoop zelfs dat dat gaat gebeuren, dat hier beroep op wordt ingesteld en dat men uiteindelijk bij de rechter een rechtelijke uitspraak los krijgt. En ja, er worden zeker nog beroepen en bezwaren verwacht. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer Royakkers. Ik heb nog één vraag vergeten te stellen, voor een hele eenvoudige vraag. Omdat het gaat over de data van de inspraakmogelijkheden. Want er is nog een inspraakmogelijkheid volgens mij bij Provinciale Staten. En in eerste instantie dacht ik dat die in het najaar zou zijn, maar nu heb ik inmiddels horen vertellen dat het het voorjaar zou worden. Kunt u me al een datum noemen of kunnen wij op de hoogte daarvan worden gesteld? Want ik ben ook van mening dat ik privé daar iets aan zou doen. Meneer Van Leeuwen? Wij zullen dat in de gaten houden en met u delen, maar ik, op dit moment is er geen datum bekend. Nee. Dank u wel. Dan gaan we naar de opinierende ronde. En dan wil ik nogmaals benadrukken dat u duidelijk aangeeft of u nog punten hebt die in de zienswijze bijgevoegd moet worden. Zodat we dat in de raadsvergadering ook duidelijk op papier hebben. En we op dat moment weten waar we over moeten stemmen. Wie mag ik als eerste? Meneer Broeren? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil beginnen te zeggen met dank voor de heldere antwoorden op mijn vraag. En daarbij wil ik gelijk een compliment geven aan het college. Ik vind dat ze erg goed gehandeld hebben en wij vinden de brief heel duidelijk. Dus wat ons betreft hoeft er niet heel veel extra in de brief die wij als raad sturen. Ik zou het wel heel interessant vinden om bijvoorbeeld, voor ons is ook echt die fietsveiligheid op die parallelwegen. Is echt cruciaal iets. Daar wordt ook in de Staten regelmatig over gesproken, over het zogenaamde koersplan fiets. En er worden allerlei zaken beloofd en gezegd, zeg ik maar even hier. Ik zou wel heel graag van het college, en dan bedoel ik even gedeputeerde Staten, willen horen hoe ze invulling gaan geven daaraan op deze parallelwegen. Wat gaat er nou extra gebeuren, anders dan een klassieke inrichting? En die is voor ons toch echt wel cruciaal. Dus wat ons betreft, met vet in de brief die wij zelf vervolgens op gaan stellen. ik kijk even naar de griffier. Ja, goed. Nee, verder is dit natuurlijk een dossier wat ons alle al ongelooflijk lang bezighoudt in meer of mindere mate. En wij hopen heel erg met ons dat deze punten de aandacht krijgen die ze verdient. En dat er vervolgens een punt achter dit dossier gezegd kan worden. Want het is toch wel een vrij pijnlijk dossier aan het worden voor omwonenden met name. Maar ook voor de relatie tussen provincie en gemeente zou ik willen zeggen. Dat was mijn vraag. Dank u wel, meneer Broeren. Kijk even verder. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Intussen is mijn tekst weg. Ons is gevraagd een reactie te geven op de reeds ingediende zienswijze. Ook wij zijn blij met deze vervolgstap. We zijn er nog lang niet, maar er komt weer actie en er komt weer meer duidelijkheid voor met name de aanwoners en gebruikers. Wij kunnen ons prima vinden in de zienswijze die tot nu toe opgesteld is. We hebben nog wat extra punten voor aandacht.
waar we even op in willen gaan. Ook wij vinden de veiligheid op de parallelwegen door de fors toenemende verkeersintensiteiten. Het moet veilig zijn voor iedereen, maar denk met name aan fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd die frequent gebruik maken van deze parallelwegen. Fietsers in combinatie met het grote landbouwverkeer, wat ook gebruik moet maken van deze routes, kan gevaarlijke situaties opleveren. En dan het terugbestemmen van woningen. Het buitengebied moet wel het buitengebied blijven, dus wij onderstrepen dat het aantal woningen en gebouwen niet meer moet worden dan voorheen. Dan de aanvaardbaarheid van het terugbestemmen. Ook wij ondersteunen de vraag of het verantwoord is om sommige woningen terug te bestemmen, gezien de locaties met betrekking tot de veiligheid en een gezond woon- en leefklimaat. Daarnaast, waar ik net al aandacht voor vroeg in mijn eerste ronde, moet er aandacht zijn voor de goede communicatie met de bewoners van het herbestemmen van de woningen. En dan niet alleen wat in de zienswijze genoemd worden, de genoemde adressen, maar ook de adressen die niet genoemd zijn en herbestemd worden. Daar is onzekerheid bij die mensen. Daar is, wat ik net al aangaf, minder geïnvesteerd en minder onderhoud gedaan. En wij vragen dus ook, en maken ook graag gebruik van de toezegging van de wethouder, dat er nagevraagd wordt of er financiële middelen voor zijn. Maar misschien kan er in de brief ook wat opgenomen worden, dat we dat eigenlijk wel vanzelfsprekend vinden. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, de wethouder heeft al één toezegging gedaan, wat opgenomen wordt. Dat is het punt van die weg van Oud-Leuzen naar Ommen, parallelweg. En dan gaat het ons ook om die veiligheid voor de fietsers, zoals al gezegd. En we dachten, ja, misschien kun je dat financieren met de opbrengst van de te verkopen woningen. Dus dan maken we een mooie deal met de provincie. Misschien wel te doen. Verder vonden we dat het college zeer alert was, goede analyse en consequenties heeft opgesteld. Dus daar kunnen we zeker mee leven en willen een streep zetten onder en niet door, wat net door het CDA ook is genoemd. Er moeten niet meer woningen in het buitengebied komen, dus we moeten dat wel op een goede manier regelen en afkaarten. Dus punt van aandacht. Verder compliment voor het college en de actie. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We zijn al heel erg lang bezig met dit proces en is intussen tijd al veel aangepast, bezuinigd en door voortschrijdend inzicht zijn de plannen vaak gewijzigd. We hebben nu op dit allerlaatste moment nog een zienswijze kunnen indienen, zegt wat over de communicatie en het te volgen proces, of het gevolgde proces. We hebben gesprekken gehad met enkele aanwonenden en belanghebbenden. En overal bespeur je nog steeds onzekerheid en onwetendheid. De antwoorden die je krijgt zijn van we horen niets, we zien niets en we begrijpen het niet. Het zou eigenlijk in dit stadium niet meer mogelijk moeten zijn. Dus die communicatie, om dat goed te onderstrepen, zeg maar, in uw zienswijze, lijkt ons zeer verstandig. Dat u toezegt dat er een beroepmogelijkheid is, dat stemt ons ook tot genoegen. Dus we zien dat of dat nog nodig zal zijn. Maar het gedeelte tussen Ankermedijk en Hessenpoort kan wat ons betreft snel uitgevoerd worden. Daar zullen we zeker geen commentaar op geven. Dat zal een hele verlichting geven dan. Zeker voor de doorstroming. Nou, u hebt al antwoord gegeven op die twee rijstroken richting de Engelandweg. Dat gaat dus niet door. Dat is ook duidelijk. Ja, de veiligheid voor de verkeersdeelnemers op de parallelwegen. Dat baart ons zeker de grootste zorgen. En In de zienswijze noemt u dat al wel, maar dat mag wat ons betreft wel in hele dikke koeienletters gedrukt worden en met een dikke streep eronder. Dat het duidelijk is daar. Door de bezuinigingen komen allerlei wensen van aanwonenden en belanghebbenden en gebruikers niet of nauwelijks aan bod. En het optimalisatiepakket is ook weer afhankelijk van één factor, namelijk geld. Blijft er nog genoeg over om daar een aantal wensen te voldoen? In de raad van 25 september moet er een definitieve zienswijze worden goedgekeurd. Ik wil toch graag even die brief nog even afwachten, die u dan definitief gaat sturen, zodat we daar nog even een oordeel over kunnen geven in de raad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. De VVD complimenteert het college voor de inzet voor de herziening van het provinciaal inpassingsplan. Wel vragen we aandacht voor de veiligheid, bereikbaarheid en het terugbestemmen van de woning. Dat moet goed geregeld worden. Tot zover, dank u wel.
Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even gewacht, want dan kan mijn inbreng wat korter zijn. Dan hoef ik niet alles te herhalen, want er is wel een grote eensgezindheid in de Raad. En dat doet mij deugd, want ik vind het ook fantastisch dat het college proactief is geweest om onze rechten veilig te stellen, dat wij op 25 september nog een bijdrage kunnen leveren aan deze discussie. Hoewel mijn ervaring van de laatste jaren is dat het niet zeker weet of het wat uithaalt bij de provincie. Maar we gaan in elk geval ons best doen, ons stinkende best doen daarvoor. Dat proef ik overal. Veiligheid van de parallelwegen, nou dat is een refrein. Tot nu toe is het alleen maar in het optimalisatiepakket gekomen of in het wensenpakket. Er wordt helemaal niets gedaan aan de breedte en dat is levensgevaarlijk. En ik weet dat het niet des raads is om brute uitspraken te doen. Maar vandaar dat ik zei van ik wil ook wel privé die uitspraken gaan doen bij de provincie. Want daar gaan doden vallen. Ben ik bang. En dat moeten we tot gewoon vermijden. Overal waar die fietswegen zijn, moeten we zorgen dat ze breed genoeg zijn. Dan is het stokpaardje wat ik altijd heb, is de welzijnwegaansluiting. Ik vind het jammer dat die vervalt. Zeker met de uitbreiding van Oosterdals en dergelijke. Mensen die richting Ommen en verder moeten, die moeten nu door alle woonwijken heen kruipen. En op die weg, die manier een aansluiting zoeken. Of ze gaan via de Stokte en andere wegen naar Oud-Leuzen. En dat zou ik helemaal niet prettig vinden. Dus ik heb in deze raad helaas geen unanimiteit of geen steun daarvoor gevonden om daarvoor te pleiten dat die aansluiting met de Welzijnweg blijft. Maar ik wil het toch even noteren. Dus ik zal ermee moeten instemmen dat die er niet in komt. Dan de terugbestemmen. Ja, ik zou er hartstikke tegen zijn als mensen die uit hun huis moeten, dat die nu ermee geconfronteerd worden, dat het toch blijft en de provincie op de vrije markt hun huizen gaat verhandelen waar ze verplicht waren uit te gaan. Dus ik ben het daar niet met sommige sprekers eens dat ze daar dan dat geld maar moeten bestemmen voor wat anders. De provincie moet gewoon zorgen dat het veilig is, punt. Dus wat dat betreft zijn we het niet met elkaar eens. En het geluid, dat vond ik wel een interessante opmerking, ook van de wethouder, dat hij ervan uitgaat dat dat nog een staartje kan hebben. Want daar is de provincie namelijk al volgens mij als ontzettend bezorgd voor. Ze hebben, de weg bestond zoals die bestond. En dan hoeft in de milieuwetgeving, hoeven ze dan geen maatregelen te nemen als die weg gaandeweg meer geluid gaat maken ten opzichte van de huizen die er vlakbij zitten. Maar als je een ander inpassingsplan maakt, dan op dat moment ben je verplicht om het wel te doen. En nu kunnen ze wel zeggen, ja, maar we gaan weer terug naar de oude situatie, maar dat is volgens mij weer een nieuwe situatie. Dus daar zal wel juridisch getouwtrek over zijn. En ik acht dat die mensen een grote kans maken om dat te winnen en heel veel geld ervoor kunnen krijgen. Dus dat gun ik de provincie ook van harte. Dank u wel, meneer Royakkers. Wij zullen dus instemmen met die brief. Ik zal uw laatste opmerking nemen mee en de vorige opmerking zal ik niet op reageren. Dan komen we aan een samenvatting van dit agendapunt. Ik heb een toezegging gehoord van twee toezeggingen gehoord van de wethouder dat hij het fietsverkeer tussen Oud-Leuzen en Ommen zou meenemen. Dat hij ook ons als commissie zou delen wanneer de data van inspraak bij GS is. Voor de rest was er een hele duidelijke mening dat u goed werk hebt afgeleverd met deze zienswijze die u ingediend hebt. Maar ook het verzoek om toch nog een paar punten extra aan te strepen. Communicatie. Terugbestemming van woningen, de financiën daaromheen, de veiligheid van de fietsers heel, heel erg dik aangestreept en het geluid dat u daar ook nog heel erg attent op zult zijn hoe dat gaat verlopen. Dit allemaal zo horende, u wilt nog reageren mevrouw Ramon? Ja, volgens mij hebben de ChristenUnie en wij hebben ook duidelijk aangegeven dat het aantal woningen mag niet meer worden. Oké, ik zal het meenemen dat het aantal woningen, het is een voorzet, die koop ik gewoon in, meegenomen wordt in deze brief.
En dan kan ik denk ik tot de conclusie komen dat we dit als als hamerstuk in de raad kunnen brengen, mits de brief die het college bij zal stellen naar ieders goedvinden is. Mocht er dan toch nog opmerkingen over zijn, dan hebt u daar de mogelijkheid nog voor. Maar in eerste instantie als akkoordstuk naar de raad van 25 september. Dan hebben we ook agenda punt 6 afgewikkeld. Welkom terug, dames en heren. Gaan we verder met agenda punt 7 van de vergadering. Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte, afgekort IBOR. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend, besluitvormend en ambtelijk ondersteuning van de heer Nijkamp. In het bestuursprogramma 2014-2018 is afgesproken dat er een integraal beleidsplan wordt opgesteld voor de openbare ruimte. Op 29 mei heeft de Raad daar een voorlichtingssessie over gehad. De Raad moet keuzes maken ten aanzien van de gewenste kwaliteit en daar ook geld voor beschikbaar stellen bij de behandeling van de begroting in november. Er zijn in het IBOR daarvoor een aantal scenario's opgesteld en het college stelt voor om te kiezen voor scenario 1. Wat ik al gezegd heb, voorbereiden besluitvormend, dus twee ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik als eerste in de vragenronde het woord geven voor zijn vragen? Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Viertal vragen vanuit CDA. Eerste vraag. We begrijpen dat de hoeveelheid openbare ruimte met de uitbreidingsplannen is toegenomen. En het is logisch dat de kosten dan ook naar verhouding stijgen. 6,1 miljoen vierkante meter openbare ruimte, dat vonden we nogal wat. In hoeverre is het budget voor het beheer van de openbare ruimte, ondanks de bezuinigingen, aangepast naar aanleiding van deze uitbreidingen? Tweede vraag. Wat betekent C-kwaliteit voor wegen in de praktijk? Kan de wethouder een aantal voorbeelden geven van een weg met matig aanzicht? Wat moeten we hieronder verstaan? Zogenaamde Belgische wegen? Of wat ziet de wethouder hierin? Derde vraag. In het verlengde van de tweede vraag, maar eigenlijk nog belangrijker. Hoe scherp is de scheidslijn tussen het aanzien van een weg, dan op C-kwaliteit voorgesteld, en de veiligheid op B-kwaliteit? Met andere woorden, hoe groot is het risico dat we dan op termijn inleveren op verkeersveiligheid? Vierde vraag. We lezen dat het participatiebeleid voor beheer van de openbare ruimte nog verder moet worden uitgewerkt en dat er een pilot gaande is. Kan de wethouder aangeven hoe zijn houding is ten opzichte van nieuwe vormen van participatie en kan hij alvast een doorkijkje geven naar het verloop van de pilot? Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen en een opmerking. De eerste vraag die heeft te maken met de meting die is uitgevoerd, volgens ons in 2016. En die laat zien, en dat is eigenlijk de worsteling die we hebben met het hele stuk, dat driekwart op niveau A of A+ terechtkomt. Dat is beter dan het nu voorgestelde B-niveau. Maar we vroegen ons af, zou je dat niet iets meer naar elkaar toe kunnen brengen? Dat je streeft naar het A-niveau en dat je zeker niet in D-niveau terechtkomt. Dus zeker niet lager dan die C komt. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, zou de inrichting van de wegen ten aanzien van veiligheid en vooral op die hoofdinfrastructuur ook naar niveau A kunnen? Want nou ja, daar kom ik eigenlijk een beetje terecht bij wat CDA net ook vraagt. Soms ziet een weg er niet uit en is het veilig, soms ziet het er niet uit en is het wel veilig. Dus het gaat ons om die veiligheid en iets minder om dat aanzien. En groen is belangrijk en dat mag wat kosten, maar wat voor niveau kiezen we daar nu uiteindelijk voor? En dan een opmerking, dat heeft te maken met punt 5.5 uit het beleidsplan. Daar mist bij gebruiksgebieden het gebied rond de spil, de sportvelden, en er is maar één marktterrein. Is ons opgevallen, er staan marktterreinen, maar er is maar één. Ja, het is een minor, maar een klein puntje, maar het viel ons op. En de spil ontbreekt, het gebied rond de spil. Dat waren onze opmerkingen en vragen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter.
De huidige kwaliteit van de openbare ruimte wordt zeer positief ervaren door de vele inwoners. En eigenlijk hebben we maar één vraag. Houden we met dit scenario de huidige kwaliteit in stand? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben bang dat ik iets meer vragen heb. Stuk of vijf. In het stuk wordt gesteld, het beleidsplan schetst een beeld van de prestaties, risico's en kosten rondom het beheer van de openbare ruimte. Onze vraag is, hoe zijn die risico's bepaald van de verschillende openbare ruimtevoorzieningen en waar staan die beschreven? Dan sluit ik mij aan bij de vraag over de groei van het areaal openbare ruimte en hoe daarmee budgetair mee om is gegaan. Onze derde vraag is, in het stuk staat dat er op veel onderdelen in de buitenruimte sprake is van veroudering. Is inzichtelijk wat het risico is van verouderen bij de verschillende voorzieningen? Hoe wordt de afweging gemaakt bij een besluit tot vervanging in plaats van verlengen? Levensduur door uitvoeren groot onderhoud. En hoe houdt u financieel rekening met deze komende vervangingsinvestering? Dan staat er scenario 1 geeft aan welke op beeldkwaliteit gerichte prestatieindicatoren voor onderhoud worden nagestreefd. Echter, de veiligheid van voorzieningen is niet te bepalen door uitsluitend beeldkwaliteit. Constructieve veiligheid vanwege kunstwerken, daar is het woord weer, zal door inspecties bepaald moeten worden. Een kunstwerk kan bijvoorbeeld net een schilderbeurt hebben ondergaan en er dus goed uitzien, maar dat wil niet zeggen dat het ook veilig te gebruiken is voor zware vrachtverkeer, als bijvoorbeeld de betonbewapening is aangetast. Hoe krijgt dat een plaats in de IBOR? Om te beoordelen of de onderhoudsprestaties binnen de totale openbare ruimte worden gerealiseerd, is monitoring noodzakelijk. Hoe wordt de onderhoudsprestatie die verder gaat dan de beeldkwaliteit, dus het constructieve onderhoud, gemonitord? Dan voor de in het beleid genoemde uitwerking van het burgerparticipatiebeleid voor het integraal beheer van de openbare ruimte wordt nog geen aanvullend krediet gevraagd. Er werd net ook al wat over gezegd. Eerst worden de resultaten van een proef afgewacht, de zogenaamde pilot. Waar ligt de aarzeling om deze vorm van burgerparticipatie meer te benutten? Hier hebben we al wel eens wat vaker opmerkingen over gemaakt. De bewoners en gebruikers van voorzieningen in de openbare ruimte weten als geen ander wat er nodig is bij groot onderhoud en herinrichting. Benut die kennis, want dat zal op termijn altijd kosten besparen. Voor buurtplannen en het invoeren van asset management worden nog aparte projectvoorstellen opgesteld. Asset management betekent optimaal inzetten van de assets, waaronder infrastructurele voorzieningen, gericht op het behalen van de doelstelling van de organisatie. Komt eraan, joh. Rekening houden met de kosten die daarmee gemoeid zijn en de risico's. Hoe denkt de gemeente Dalfsen dit vorm te geven? Wat is de rol van de bewoners en de gebruikers daarbij? En wanneer komt het plan van aanpak daarvoor naar de gemeenteraad? Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Verder, meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. We hebben nog drie vragen. De eerste vraag is, bij de reiniging staat in tabel van scenario 1 de code AB per functiegebied. Wat betekent de code AB? Die weegt de financiële dekking nu niet af. Onze vraag is, u weet wat u wilt, dan kunt u toch ook bepalen wat het kost. De derde vraag, u meet door middel van evaluatie de kwaliteit van de openbare ruimte. Onze vraag is hoe u de productiviteit meet van degenen die de werkzaamheden uitvoeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmeling. Meneer Rooijakkers, D66. Ik heb één vraag. Ik krijg uit de stukken de indruk dat wij redelijk hoog ambitieniveau hebben. En dat we desondanks bij de meting nog beter presteren dan onze normen. En we willen de budgetten structureel verhogen. Dat kan ik niet zo goed bij elkaar in overeenstemming brengen. Want ik zou zeggen, nou kennelijk met de huidige budgetten slagen we erin om het nog beter te maken dan onze doelstelling. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik laat de wethouder even rustig schrijven. Meneer Gikler, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Een aantal vragen is fors, met name van de Partij van de Arbeid. Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk mee te schrijven, maar als ik niet duidelijk ben, dan hoor ik het graag. Er zijn ook een aantal vragen gesteld die namelijk technisch van aard zijn en die wou ik graag even laten behandelen door mijn buurman, de heer Nijkamp. Goed, CDA.
en niet alleen het CDA, maar ook andere partijen hebben gevraagd van de openbare ruimte, is toegenomen. Is het budget ook aangepast de afgelopen jaren? Het budget is de afgelopen jaren niet aangepast. We hebben in 2010 een totale korting gehad van ruim 6 ton voor de openbare ruimte. Daar zijn mensen, zijn bij spreken, die met pensioen gegaan zijn, zijn niet opgevuld. En met name op wegen is met name fors bij spreken minder geld ingezet, met name 440.000 euro. Dus wij moesten doen met het geld wat we hadden en de openbare ruimte is toegenomen. Dan over de C-kwaliteit in de praktijk en het aanzien. Daar wil ik met name mijn buurman even het woord over geven. En dan participatiebeleid. Daar vraagt het CDA, maar ook de Partij van Arbeid vraagt ernaar. Wat is nieuwe houding, wat nieuwe vormen? Wij staan altijd open voor participatie van burgers. We hebben een tweetal zaken waar we nu wat ervaring mee hebben. En dat is eerst dat met name in Nieuw-Leuzen is een deel van de openbare ruimteonderhoud is overgenomen. Na een jaar stond de straat bij ons op stoep als we het alsjeblieft weer terug mochten geven. Want ja, dat ging in de praktijk toch anders dan ze hadden verwacht. Dan hebben we nog in Dallassen een project en dat is met name overheidsparticipatie waar de buurt de regie heeft. Ik ben daar in van het voorjaar geweest. Wij hebben samen met openbare ruimte aangehoord van hoe de mensen daarin staan. En wij wachten op dit moment nog steeds op een terugkoppeling van de buurt van hoe zij het gebied graag ingericht willen hebben. En dan ook met een concreet plan komen. Dus wij zijn daarin nog steeds in afwachting. Dan de ChristenUnie. Die zegt 65% is AA+. Dus strenger. Of in ieder geval niet lager dan C. In de praktijk zien we dat een percentage momenteel het predicaat D heeft. Nou, dat is achterstallig onderhoud. Gaan wij bij spreken daar op dezelfde voet verder, dan zullen nu de zeewegen een deel zou ook D worden. Dus we zien met name continu met name een achteruitkachelen van met name van de onderhoudstoestand van de wegen. Maar het heeft vooral te maken dat wij spreken vanaf 2010, dus nu bijna 8 jaar, we met minder geld daarmee aan de gang moesten. Ja, en dat houdt een keer op. Dus wat dat betreft, de middelen die we vragen, 270.000 euro, die hebben we nodig om de kwaliteit op het huidige niveau te houden van hoe het nu is. Waarbij dus met name de aandacht uitgaat, namelijk maar het aanpakken van de D-wegen en met name de C-wegen die op rand staan naar D. Dus doen we niks, dan gaan de wegen achteruit en na verloop van jaren ben je veel meer geld kwijt om die wegen bij spreken weer op het gewenste niveau te krijgen. En daar speelt natuurlijk veiligheid ook een rol mee. Dan maakt u een opmerking over groen. Welk niveau kiezen we? Wij hebben een uitgebreide burgerpeiling gehouden in alle kernen, waar met name over deze IBOR de inwoners bij spreken hun mening konden geven. En we zien met name dat de inwoners hebben gezegd, zoals de kwaliteit in openbare ruimte nu is ziet, willen graag zo houden. Gaan we naar een minder niveau, moeten we hetzelfde geld doen en we moeten meer geld naar wegen toe schuiven. Daarbij spreken, dan gaat de totale kwaliteit van de openbare ruimte, met name van het groen, gaat naar beneden. Maar het houdt ook in dat we daar mensen moeten ontslaan en dat er ook veel minder werk hebt voor Dalsen werkt. Dus als we het huidige budget, wij spreken, meer naar de wegen moeten schuiven om daar achterstallig onderhoud weg te werken, dan gaat het kosten van ons openbaar groen. En met name het personeel. Spil, het gebied eromheen. U hebt bij spreken hier een besluit genomen over Spil. Die zijn collega van Leeuwen zal ook nog met een plan komen voor de openbare ruimte van de Spil. En die wordt dan van daaruit wordt niet bekostigd. Maar van daaruit, als het openbare ruimte is aangelegd, daar wordt u meegenomen in het reguliere onderhoudsproces. Gemeentebelangen. Hoe houden we dus dit in stand? Nou, wat dat betreft met de gevraagde middelen die wij daarvoor vragen. Resumé 270.000 voor de wegen.
44.000 met name voor de kunstwerken, want die zijn ook een groot onderhoud toe. Dat is altijd ook betaald uit het reguliere budget. Hebben bepaalde dingen ook nog vooruit uitgeschoven, maar daar lopen we nu al tegenaan. Willen we dat nu bij spreken op orde hebben, dan moeten we nu al 160.000 investeren. Maar we vragen 44 en met name van, maar we hebben ook te maken dat we met name straks iets minder kwijt zijn, maar over de aantal jaren, zoals het in het wegenbeheersplan of in het, de bijlage staat, met name van de kunstwerken, staat in, zoveel geld hebben we nodig, maar we zullen met pieken en dalen moeten en dan moeten we daarin ook keuzes maken. Maar dus daar moeten we zeer zeker ook wat doen, want anders gaat dat ook niet goed. Beheer en kosten, hoe worden risico's bepaald? Nou, daar zit een hele systematiek achter, maar ik wil vragen om daar dat de heer Nijkamp erop ingaat. Groei openbaar ruimte, heb ik het over gehad. Risico's veroudering, ja, hoe wordt een afweging gemaakt? Ja, dat heeft als, wat ik net zei, als wij spreken met het geld doen, wij spreken wat we nu hebben, ja, dan, dan gaat het ten koste van het een of ten koste van het ander. Even kijken. Inspecties, ja. Meten is weten. Monitoring doen we nu ook al. Maar uw raad heeft altijd gezegd van, joh, leg het vast en we willen het in de bestuursrapportage terugzien. Nou, dat kost tijd en maankracht en vandaar die 9.000 euro. Nu, wij spreken, wordt het fysiek gedaan, wordt niet nergens genoteerd, maar dat is het moeten vastleggen. En in de bestuursrapportage, waar u ook met heel veel dingen op vraagt, dan moeten we het op een andere manier gaan doen. Wat kost geld? Nou ja, en die zegt van dan die participatie. Ja, waar is aarzeling? Nou, er is geen aarzeling, maar in ieder geval, mensen moeten het wel oppakken. En daar waar participatie in kunnen zetten, graag zelfs. Maar dit zijn de ervaringen die ik net genoemd heb tot nu toe van de participatietrajecten. Dan de VVD. AB vraag ik ook even aan mijn collega. Dan de productiviteit. Nou, die zijn van onze buitendienst presteert meer dan vergelijkbare gemeentes van dezelfde grootte. Dus de productiviteit is hier groter. En dat heeft ook te maken met een stukje betrokkenheid van de mensen. Want onze mensen zijn zeer zeker betrokken. En dat geldt met name ook in de relatie met de vraag die D66 stelt. Doelstelling. Ja, onze doelstelling blijft een goede openbare ruimte waar iedereen zich fijn voelt. En onze openbare ruimte, kan ik ook zeggen, is ook ons visitekaartje. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder. U hebt nog wel een paar vragen doorgezet naar de heer Nijkamp. Meneer Nijkamp, mag ik u vragen die te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vraag doorgespeeld gekregen over de C-kwaliteit, over het aanzien. Nou, je hebt verschillende vormen van kwaliteit in de wegensector. En als je het over duurzaamheid hebt en over veiligheid, dan kun je dat op een ander niveau gaan onderhouden dan de beeldkwaliteit. We kunnen bijvoorbeeld denken aan dat je bij de beeldkwaliteit, als het aanzien wat minder wordt, dat je gewoon wat meer wegvakken hebt die gefreesd zijn. En dan ga je niet de hele weg overlagen. Veiligheid is dan niet in het geding. De weg die voldoet gewoon volledig. Maar daarmee heb je wel het aanzien van de weg dat die gewoon wat minder wordt. Want dat is die vlaksgewijs onderhoud. Nou, en dat wordt voorgesteld om in elk geval het aanzien. Dat mag wat minder zijn. Want dat is ook goedkoper in onderhoud. Maar het moet niet ten koste gaan van veiligheid of van duurzaamheid. Waar we uiteindelijk in de kapitaalvernietiging uitkomen. Dus dat is het doel eigenlijk van die verschillende differentiaties in die kwaliteiten. Er werd ook nog een vraag gesteld over de prestaties, de risico's en kosten. Nou, er zit een bepaalde samenhang in de beleidsnota of beheernota weging. Is dat ook vormgegeven in dat beeldplaatje met die trolletjes? Nou, je kunt nagaan als we de prestaties willen verhogen. Dan houdt dat in en dat ook extra kosten met zich meebrengt. Als wij het risico willen laten toenemen, ja, dan wordt het voordeliger. Dus, en dat is die afweging die we continu moeten maken. Waar moeten we ons op concentreren?
Waar ligt de prestatie die we hebben afgesproken met u als raad? Welke risico's achten we aanvaardbaar en welke risico's willen we voorkomen? En de kosten die daar aan gekoppeld zijn, daarin is nu het voorstel om daar wat extra te vragen, specifiek voor wegen. Misschien mag ik het niet doen, voorzitter, maar ik wil even ingaan op de kwaliteit, want er is redelijk wat A, wordt er zo al genoemd, redelijk wat A-wegen. En ook A in het onderhoud groen. Het is in feite zo dat onze werkvoorraad, als we kiezen voor B-kwaliteit, dan houdt dat in dat er 10% maximaal in C mag zitten. Die 10% dat is onze werkvoorraad en die brengen we op het niveau van A+. Want anders moet je er binnen de kortste keren naartoe. Bij wegen is dat een proces van verval, dat duurt heel lang. Dus als je wegen in B hebt, is dat nog niet echt erg. Maar bij openbaar groen, bij onderhoud, schoffelwerk, dan kunnen we nagaan als we het op B-niveau hebben, dan is het heel snel C, dan schiet het door naar D. Dus vandaar ook dat er altijd bij elke meting een bepaalde hoeveelheid in A+ komt en in A. De focus van ons ligt vooral op die ondergrens. 10% in C, en we hebben enkele punten soms dat het naar D doorschiet, nou, dan zijn we eigenlijk al te laat. Dus dat is de meetmethodiek waar we aan werken. En wat ons doel is om te voorkomen dat er meer dan 10% in C komt. En daar hebben we ook een werkvoorraad. Heb ik hiermee de vraag beantwoord? Volgens mij wel. U hebt het ook verhelderend gedaan. Maar ik heb begrepen dat op de eerdere beantwoording nog aanvullende vragen zijn. Meneer Broeren? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even ingaan op het antwoord op participatiedeel. Ten eerste is het zo dat volgens mij participatie kun je op een heleboel manieren insteken. En bij elke casus kun je die op een andere manier inzetten. En er wordt nu geschermd met een voorbeeld wat ik overigens niet ken. Dus ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Als het zo is dat wij een straat hebben waar dat fout is gegaan, dan leer ik daar heel graag van. Ik denk dat we daar als gemeente dan ook van moeten leren. Van hoe zouden we dat misschien op een andere manier wel kunnen laten slagen. Want volgens mij is er ook een straat in Dalfsen, de heer Agricola, heel bekend, waar de bewoners ook iets gedaan hebben in het openbaar groen. En daar gaat het wel heel erg goed. Tenminste, daar heb ik u al een keer heel enthousiast over gehoord. Dus volgens mij kan het wel degelijk. Maar gaat het ook heel erg om hoe we daar als gemeente in gaan zitten. En het gaat mij iets te kort door de bocht om nu, omdat er ergens een keer iets fout is gegaan, wat altijd kan, dat kan in elk project of elke procedure gebeuren, daar op deze manier naar te gaan kijken. Ik zou toch echt de oproep willen doen om, en dat heb ik al vaker gedaan, dus misschien wordt het een beetje een terugkerend verhaal, maar om nou die burgerparticipatie echt te benutten voor de kansen die het ook heeft. Want ik hoor toch van ja, we staan ervoor open, maar vervolgens hoor ik een vrij afwerend verhaal. En ik denk dat wij daar in Dalfsen echt heel veel mee kunnen opschieten. Dus dat zou ik toch nog even willen benadrukken. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Warmelink? Ja, ik mis nog twee vragen. De eerste vraag is, bij reiniging staat in de tabel van scenario 1 de code AB per functiegebied. Wat betekent de code AB? En mijn tweede vraag was, waarom wordt de financiële dekking nu niet afgewogen? U weet wat u wilt, dus dan weet u ook wat het kost. Meneer Kouwen, CDA. Voorzitter, nog even in het verlengde van de oproep van PvdA. Ook wij hebben nog wat aandacht, willen we vragen voor die participatie. Om het ook vanuit twee kanten te zien, wethouder. Om ook vanuit bewonersinitiatief, maar ook zeker vanuit de gemeente, om te kijken van waar liggen de kansen om dingen over te dragen. En daarbij ook goed in het oog te houden van welk niveau van de participatie staan we nou van. Is het inderdaad dat je verantwoordelijkheden overdraagt? Want dat vind ik al, dat gaat al voor ons naar de randje. Maar om delen wel samen op te pakken, daar liggen volgens ons wel kansen. Dus hoe kijkt u daar tegenaan? Dank u wel, meneer Kouwen. Ik kijk even verder. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, wij missen nog een reactie op de vraag naar veiligheid op die hoofdinfrastructuur. Of dat naar niveau A kan. Dank u wel. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik vond dat de wethouder heel creatief niet antwoordde op mijn vraag. Namelijk,
Kennelijk is het zo dat bij meting de gemiddelde resultaten beter zijn dan de doelen. En waarom moeten we dan extra geld hebben? Nou, begrijp ik dat dat komt omdat de metingen achterlopen of zo, maar ik weet het niet zeker. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Griekela? Ja. Participatie. Die zegt van, er zijn in de gemeente verschillende manieren waarop participatie is. En met name ook waar het goed gaat. Maar het blijft altijd mensenwerk. En wat zien we? En we laten niet bij het veld slaan. Mensen zijn enthousiast. Mensen zeggen van, nou, wij willen dat en dat graag doen en wij zullen het voor onderhouden. En dan zie je dat in sommige gevallen mensen afhaken. En er staat één of twee personen staan er alleen voor. En dan zeggen we, ja, dat is het doel niet. Maar waar wij spreken participatie kunnen toevoegen, dat zullen we zeer zeker niet laten. En er zijn ook straten waar het goed gaat en daar gaan we zeer zeker op voortbeduren. Maar het blijft altijd, met name van hoe gemotiveerd zijn mensen. En onze taak is ook om mensen te motiveren. Nou, en daar zijn we continu mee bezig. Maar in ieder geval van, het is een proces. Maar u moet niet denken van dat alle participatie bij SPEC dat het direct slaagt. Maar natuurlijk zijn we ook altijd op zoek van hoe kunnen we dingen beter aanpakken. En het is een proces met vallen of staan. Dan de reiniging AB. En daar wil ik Nijkamp nog even het woord over geven. Financiële dekking. Niet afgewogen. Wij hebben ervoor gekozen, met name om straks in de begroting, u als raad hier bij spreken, want er zullen meer financiële keuzes gemaakt moeten worden, om dan bij spreken hier een oordeel over te geven. ChristenUnie, veiligheid infra naar A. Ja, wij bij spreken, wij hebben ingezet op veiligheid en duurzaamheid, niet met name op basis van aanzien. En die zin, de heer Nijkamp heeft er net ook al wat verteld. Als je kijkt naar aanzien, dan krijg je dus lappendekens. Nou, maar dat wil wel niet zeggen dat die weg niet veilig is. Die weg is zeer veilig. Zou je bij spreken alles op A willen hebben qua veiligheid, ja, dan zijn we nog meer geld kwijt. Maar in ieder geval van, bij dit huidige niveau, zouden we het voorstellen, is de veiligheid en de duurzaamheid is gewaarborgd. Want als je niet voldoet aan veiligheid, kun je als gemeente ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade. En dat moeten we ten alle tijde moeten we dat voorkomen. Nou, en dan over het meting en het doel. Daar heeft met name de heer Nijkamp ook praktijkervaring mee. Dus die zal die met u voet vinden deze twee vragen in beantwoorden, voorzitter. Dank u wel, heer Griekela, meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Even op die AB-code. AB, dat houdt eigenlijk in dat je gewoon, zoals het heel simpel wij gaan zeggen, dat je iets boven B zit, tussen A en B in. Het is vrij voor de hand liggend wat ik hierop zeg, maar het is wel op een iets hoger niveau. En bepaalde onderdelen, zoals het reinigen van wegen, want dat vertroebelt het aanzien vaak. Nou, dat kun je op een iets hoger niveau stellen, dan heb je een gemiddeld B-niveau. Dan is het nog die vraag over dat, dat heeft volgens mij de wethouder grotendeels beantwoord, die reactie op veiligheid naar A. Wettelijk gezien is het gewoon dat als wij aansprakelijk gesteld worden, we hebben de B-niveau, dan voldoen wij aan wat Nederland acht dat wij ook moeten doen, qua veiligheid. Dus B is in principe voldoende voor een rechtelijke procedure. Je kunt hoger gaan zitten, maar dat is wat de wethouder net ook aangaf. Dat is zeer kostbaar. En dan nog over het extra geld dat we vragen. Zoals het er nu voor staat, hebben wij het een aantal jaren met minder middelen gedaan. De hoeveelheid minder middelen was vooral op wegen. Die 4,4 ton of 440.000 euro. Wegen heeft een langzaam verval. Dat verval, dat proces, dat gaat nu steeds sneller worden. We hebben ook laten onderzoeken en er is ook uit die reportage gebleken dat als wij er nu de middelen weer bij krijgen en niet die 440 maar de 270 die nu in het stuk staan, dan kunnen wij het op het niveau houden zoals die op dit moment is. Hebben wij dat lagere niveau aan middelen, dan gaan we verder achteruit. Dank u wel voor uw beantwoording.
Kijk even rond, dan wil ik de informerende ronde afsluiten en naar de opinierende ronde gaan. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Kijk even rond. Meneer Jutten, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. We hebben eerder al een technische sessie meegemaakt. Ik weet niet of iedereen daarbij aanwezig was, maar wij wel. Over dit beleidsplan en een en ander besproken. En daarbij hebben we gekeken wat wenselijk zou zijn voor onze openbare ruimte, waar we best wel trots op zijn. Dat onderhoud en herstel veel energie en geld kost is ons duidelijk. Maar de vraag is of minder ten koste mag gaan van ruimtelijke en technische kwaliteit. We zien sowieso graag dat de huidige status gehandhaafd blijft. Al onze kernen en het buitengebied liggen er prachtig bij en goed onderhouden. Zeker is het een groot compliment aan de buitendienstmedewerkers op zijn plaats. We hoeven niet allemaal A en B kwaliteit na te streven. Hier en daar een C'tje is ook niet erg. Wij gaan akkoord met het voorstel en we komen bij de begroting vast nog weer terug op de financiële dekking. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ibor, toch gekomen daar. Het beheer van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate hoe we onze leefomgeving waarderen en ook hoe ermee om wordt gegaan. De CDA-fractie vindt het uitgangspunt een zo hoog mogelijke kwaliteit passend, uiteraard tegen weloverwogen kosten. Extra aandacht voor dorpscentra en begraafplaatsen, zoals dat ook in de bestaande situatie het geval is, dat begrijpen we. Dit hebben we ook bij het concept van het centrumvisie Dalsen aangestipt. De entree van een dorp bepaalt in belangrijke mate de eerste indruk en is als het ware een visitekaartje. Dat blijkt ook uit de verkiezing tot een van de groenste dorpen van Europa, wat ons betreft iets om te koesteren en trots op te zijn. Het is daarom belangrijk om wel overwogen met het beheer van de openbare ruimte om te gaan. En maak hierbij waar mogelijk gebruik van de wensen en ideeën van de gebruikers van de openbare ruimte. Niet voor niets is het beheer van de openbare ruimte een van de meest besproken onderwerpen op bijeenkomsten van de plaatselijke belangen. Onze fractie vindt het daarom belangrijk om door middel van participatie maatwerk mogelijk te maken op buurtniveau. Dit moet niet doorgevoerd worden als een verkapte bezuiniging, maar gebruik de aanwezige energie van de mensen. Bewoners moeten het niet als druk gaan ervaren. En bovendien moet duidelijk zijn dat de vooral eindverantwoordelijkheid altijd bij de gemeente blijft. In zo'n vorm vinden wij het als fractie participatie en kans en zien we echt meerwaarde. Dus iets om mee aan de slag te gaan actief vanuit de gemeente. CDA-fractie verwacht het nodige van de dubbel ingestoken monitoring van het beheer, de schouwen aan de ene kant en het belevingsonderzoek aan de andere kant. Neem hier ook dan de tijd voor. Dat maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen waar dit nodig is en waar de ondergrens in zicht is. En voor ons dus als voor ons zou gelden als uitgangspunt geen C op veiligheid op de wegen, 0% van de gevallen. Tot slot merk ik op dat we het verstandig vinden om de financiële dekking bij de begrotingsbehandeling te bespreken. En waarbij we ook de budgetten voor monitoring en participatie verder kunnen betrekken en bespreken. Dus daar wachten we graag aan. En voor nu kunnen we instemmen met het voorliggende voorstel. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Mensen zijn positief, hoor ik. Ik heb ook het antwoord begrepen van de heer Nijkamp dat de feiten op neerkomt dat de meting zoals die is geweest en het uitgangspunt is in het rapport, dat er wordt rekening mee gehouden dat die achteruit gaat en dat er op wordt gespeculeerd en we moeten nu wat doen. Dat zal te maken hebben met kennis van zaken en daar moeten we vertrouwen in hebben. Maar ik denk dat het goed is om over een paar jaar nog eens te kijken of dat het nog steeds zo ontzettend hoog is. En als dat zo is, dat we misschien toch wel wat minder eraan kunnen besteden. En dan ten aanzien van de participatie van de bevolking. Volgens mij staan ook in het plan goed voorstel voor buurtplannen. En ik merk toch altijd bij, ik weet niet of het aan deze wethouder ligt of aan de gemeente, maar altijd toch wel een beetje een soort angst van dat het fout gaat. En dat die participatie toch wel een heikel punt is. En ik zou zeggen, nou, het gaat niet alleen over groen, het gaat over participatie in het algemeen. En laat het dan maar een keer fout gaan. Dat is niet altijd erg.
Ik zou een kleine risicobeoordeling doen. En in sommige gevallen is het helemaal niet erg dat iets fout gaat. Daar hebben mensen van geleerd. En misschien dat ze in de buurt betere verbanden hebben gelegd. Dat zijn ook allemaal doelstellingen die je met die participatieprojecten hebt. Het gaat niet alleen over dat je het goedkoop kunt uitvoeren. Dus ik roep daar nog een keer op van misschien dat we op een andere manier ook naar die participatie kunnen kijken. Dank u wel, voorzitter. En ik neem aan dat u akkoord gaat met het stuk. Ja, oké. Okay. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Het is een goede zaak dat er een integraal plan ligt voor het beheer van de openbare ruimte. De doelstelling is van ons dat we het eens zijn over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat we niet voor financiële verrassingen komen te staan. De wethouder heeft gezegd dat de gemeente Dalfsen beter presteert dan omliggende gemeenten. Nou, dat zal waarschijnlijk dan uit een benchmark komen. En mijn vraag, ik weet niet of dat zo kan, als wij dan die benchmark mogen zien, dan ben ik wel benieuwd naar, als dat kan. We gingen er wel vanuit dat nu ook de financiële dekking afgewogen kon worden, maar goed, dat kan dus niet. Wij kunnen ons wel vinden in het voorstel en wensen het college veel succes met de uitvoering van de IBOR. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. IBOR is een eerste stap om aan de slag te gaan met onze openbare ruimte. En wat ons betreft een hele goede stap in de goede richting. Wel zoeken wij nog steeds naar wat meer duidelijkheid over het vervolg. En ook vooral hoe wij als gemeenteraad grip houden op zeg maar, het bepalen van keuzes en kwaliteitsniveau per soort voorziening. Daar zitten we toch wel, hoe gaan we daar in de komende jaren op sturen. Wij kunnen ons vinden in het gekozen kwaliteitsniveau, zoals besproken, maar we sluiten ons graag aan bij ook de oproep van het CDA om, zeker als het gaat om veiligheid, nooit concessies te doen op dat vlak. Daarnaast zien wij in het stuk ergens de datum 2020 vermeld als datum van invoering, als ik het goed heb. Is dat niet wat ambitieus voor een organisatie als Dalfsen? Dat is nogal een gebeuren. En zeker als ik ook even in oogschouw neem de participatie. Ik heb daar denk ik voldoende over gezegd, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar dat punt vraagt ook wel de nodige aandacht, denk ik. Ook aan de kant van de manier van opereren vanuit dit huis. Wij nemen dit even terug naar de fractie. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u. In eerste instantie denk je, ja, dat is een werkbaar beleidsplan waarmee je kunt sturen. Maar gaande de discussie dacht ik, ja, zo houden we de kwaliteit niet in de hand en niet op niveau. Totdat de heer Nijkamp een paar opmerkingen gemaakt waarvan we dachten, waarom staan die niet in dit beleidsplan? En die hebben alles te maken met inzetten op A+. Want dat is ook gemeten, A en A+. Om te voorkomen dat we in D terechtkomen. Dan moet je uitkijken dat je niet in gaat zetten op C, want dan zit je in no time in D-. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus wij misten die aanvullende informatie en willen daar graag in de fractie ook nog over nadenken. En we vragen ons af of we dus een goed beeld krijgen. En we zetten ook een streep onder die veiligheid. En die hebben we bij fietspaden genoemd, maar dat doen we bij die infrastructuur ook weer. En dat zou dan toch A+ moeten zijn. En dan snap ik wel dat het niet gaat om het wegbeeld, maar het gaat echt om de veiligheid van de weg. En ik zou met een beetje niet genoegen nemen, want dan zit je in no time in die zee. En dat is eigenlijk een beetje de tendens wat mij vanavond opviel. Dus we willen het graag mee terugnemen naar de fractie. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Griekela, mag ik u nog in ieder geval... zijn er nog twee vragen gesteld. Dat is de benchmark en dat is 2020, die datum invoering, of dat niet ambitieus is. En kunt u misschien nog reageren op meneer Nijburg? Ja, die zegt van invoering 2020, maar we willen daar zo snel mogelijk mee aan de gang. En wat dat betreft, de extra middelen die we vragen, die zijn zeer zeker wel nodig. Maar in ieder geval voor de totale integratie werken we naartoe. Wij spreken dat in 2020 dat alles met name helemaal is geïntegreerd. Al kijkend naar de vraag of de opmerking van de heer Nijburg, dan snap ik dat. En natuurlijk, veiligheid staat voor ons ook voorop. Daarom hebben we gekozen voor veiligheid en duurzaamheid. Maar willen we alle A-wegen, willen we alle wegen brengen naar A+, dan moet er nog wat geld bij. Maar die D-wegen,
hè, die we op gaan knappen, die worden wel A+. Dus hetzelfde wat met name wat de heer Nijkamp ook zei met onderhoud van openbaar groen. Als we gaan schoffelen, dan doen we niet half, dan doen we het goed dat het weer A+ is. Zo doen we dat ook met de wegen. Dus wegen die we opknappen, zitten we weer direct op A+ niveau. En die kunnen dan met name weer 25 jaar mee, de asfaltwegen. En in een aantal specifieke gevallen, zelfs als een weg af is, helemaal af, dan wordt bekeken van of het goed is en verstandig is om daar een betonweg van te maken. Want die heeft met name een afschrijving van 50 jaar, maar die is in onderhoud fors goedkoper. Maar de investering is wel groter. Dus altijd moet je kijken van de investering en onderhoud. Maar resume, D-wegen, die worden opgeknapt voor een A-plus wegen. Maar wil je alles A-plus wegen hebben, ja, dan hebben we bij Spikken een grote ingangslag te maken en heel veel geld. En de benchmark informatie? Benchmark, we hebben daar een onderzoek gedaan, of dat heeft Cyber voor ons gedaan. En die heeft, het rapport is ook aanwezig. We hebben dat al eerder gedaan in 2010. En dat is een benchmark geweest met name met Stadpost en Zwarte Waterland. Nou, waar ook duidelijk naar voren kwam, met name dat in Dallas bij spreken, er met de beschikbare middelen meer werd gedaan dan met name met de naburige gemeentes. Maar nu heeft Cyber ook weer een onderzoek gedaan en die gegevens die zijn beschikbaar voor de gemeenteraad. Die krijgen dan ook, die worden ter beschikking gesteld. En dan kom ik afsluitend weer met een overgrote meerderheid van de commissie die akkoord is met de stukken. Behalve dat de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie het terug willen nemen naar de fractie toe. Mijn vraag aan u is, kunt u met een stemverklaring in de raadsvergadering daarmee uit de voeten? Of moeten we het echt een spreekstuk maken gezien de stemverhouding die er op dit moment is? Voorzitter, ik snap de stemverhouding wel, maar het gaat ons om een wezenlijk punt en informatie die niet in het beleidsplan staat en die de heer Nijkamp vanavond wel heeft gegeven. Dus het lijkt ons nuttig om dat wel op te nemen. En we kunnen overwegen om met een amendement te komen. En ik zou ook met andere partijen nog wel even willen stoeien over het hele begrip veiligheid en hoe we daarmee omgaan. Wat betreft... Kunt u dat aanpassen? Want u hebt in feite dat bevestigend beantwoord, of uw ambtenaar heeft dat bevestigend beantwoord. Kunt u daar nog dat aanpassen in een stuk? Ik wil graag de heer Nijkamp er even een dat technisch even nog in gaan. Meneer Nijkamp? Ik wil er dan wel even op reageren in het beheerplan dat u als bijlage heeft gehad. Daarin staat ook dat we het eerst op een hoger niveau brengen en dat het daarna terugzakt naar een lager niveau. Dus het is wel benoemd, alleen niet in het beleidsplan, niet in de IBOR zelf, maar het staat wel in het onderliggende beheerplan voor wegen. Het is natuurlijk uitgangspunt van beleid. Het is uitgangspunt van beleid. Het is ook een reguliere werkwijze die we nu ook hanteren. En daar heeft het gewoon mee te maken, want wat de wethouder ook aangaf, het openbaar groen, dat laat je niet op B-niveau achter. Want dan zitten we heel snel aan C. Dat breng je op een hoger niveau. Alleen voor wegen zit daar een langdurig proces achter. Omdat dat verval gaat over 25, 30 jaar. En openbaar groen, als we 2 maanden niet geweest zijn, dan krijgen wij hier intern klachten. En als we misschien 4 maanden niet geweest zijn, dan verwacht ik dat u als raadslid ook benaderd wordt. Ik begrijp dus dat het beheersplan 1 is met het beleidsplan. Het is een onderdeel dat als voedingsbodem diende voor het beleidsstuk. Meneer Nijburg, wilt u nog reageren? Ja, we willen het toch even mee terugnemen. Oké. Dan concludeer ik dat er grotendeels wel iedereen akkoord is met dit stuk. Dat de financiële ruimte in de begroting terugkomt.
dat we toch graag zo hoog mogelijk kwaliteit willen, vooral met de entree van het dorp. Dat het participatieniveau, dat het toch erg op aangedrongen wordt om dat goed te blijven ontwikkelen. En ook maar eens, als een keer misloopt, dan loopt het maar mis. Maar blijf de burgers betrekken. En dat we daarin niet te angstig moeten zijn. Een toezegging dat de benchmarkgegevens tot ons komen. Besluit ik dat dit een bespreekstuk is voor de raad van 25 september. Dan gaan we naar punt 8 van de agenda. Extra zonnepanelen Werf Dalsen. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend besluitvormend. Bij het behandelen van de plannen over de huisvesting van de buitendienst heeft het college toegezegd om een voorstel te doen over de plaatsing van extra zonnepanelen op het dak van een nieuwe werf in Dalsen. Het college stelt voor om extra panelen te plaatsen onder de voorwaarde dat daarvoor subsidie wordt verkregen. Behandeling in twee ronden. Informerend, opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag. De extra zonnepanelen hebben een jaarlijkse opbrengst van circa 120 megawattuur. Met welk rendement is hier gerekend? Ik begrijp dat de heer Nijkamp ook hier de ondersteuner is van ambtelijke ondersteuning. En meneer Royakkers, u mag als tweede aan de beurt. Dank u wel. Wat mij betreft kan het in één ronde. Ik ben het eens met het voorstel. Wachten op subsidie en dan investeren, maar wel alle voorbereidende plaatsingen doen. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Bedankt, voorzitter. Ik heb daar toch één vraag bij, helaas. Voor sommigen. Wat ons betreft, de voorwaarde is subsidie. Waarom? Dank u wel. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. We hebben ook één vraag. Stel dat we het potje voor stimulering van energie-neutraal renoveren niet willen aanspreken voor dit project. Wat zou dan een alternatieve dekking kunnen zijn? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Het gaat om veel geld en eventueel subsidie. De vraag van ons is er gekeken naar mogelijkheden om burgers te laten participeren? En dat hebben we al eens eerder hier op de tafel gehad. Kunnen zij mede investeren en mede gebruiken? Dat is voordeliger dan terugleveren aan het net. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag ligt in het verlengde daarvan. Zijn er andere gemeentelijke gebouwen waar mogelijk zonnepanelen op kunnen, zodat dat direct gebruikt kan worden, die energie? Zodat het dus niet blijft hangen of dat het ons uiteindelijk geld gaat kosten of te weinig oplevert. Dank u wel, meneer Nijburg. Geen vragen bij de gemeentebelangen. Wethouder, mag ik u het woord geven? VVD, u vraagt naar wat van rendement er gerekend is. Daar kan ik u geen antwoord op geven op dit moment. Daar kom ik schriftelijk op terug. Partij van de Arbeid, waarom subsidie? Nou, wij vinden nu met deze investering en het rendement, dat vinden wij niet verantwoord. En dan zeggen wij van, dan vinden wij het verantwoord om deze gelden op een andere manier in te zetten voor duurzaamheidszaken waar meer rendement in zit voor de gemeenschap en de burgers. Dus daarom bij spreken zeggen we van, nou, als we subsidie kunnen krijgen, de FDA-subsidie, dan zeggen we van, dan vinden we het wel interessant. Dan het alternatief waar u naar vraagt, meneer Lochtenberg. Ja, dan zou je moeten denken aan algemene reserve vrij bezetbaar. Andere potten zou ik niet weten op dit moment. En dan de ChristenUnie. Wij als gemeente zijn groot verbruiker. En wij mogen, dat is ook de reden waarom wij die stroom die we niet nodig hebben op de gemeentewerf niet kunnen gebruiken voor openbare verlichting, maar ook niet kunnen salderen hier met het gemeentehuis. Als dat had gekund, dan zag het plaatje er heel anders uit. En dat heeft ook weer te maken
met de burgers, dan zullen bij spreken daar burgers op moeten gaan investeren. Maar het heeft ook weer haken en ogen, omdat het een dak is, met name van omdat wij grootverbruikers zijn. En er moeten ook allemaal weer technische aanpassingen plaatsvinden. Dus wat dat er gaat, is een en-en, is zeer zeker niet, behoort niet tot de mogelijkheden, hebben de deskundigen mij verteld. Dat zover voor. Ik dacht dat er nog een vraag was aan de ChristenUnie voor meer gemeentelijke gebouwen. Ja, die zei van het mooiste had geweest van dat je de energie die bij spreek opgewerkt door de zonnepanelen, die we voor de gemeentewerving nodig zijn, dat we dat zouden kunnen solderen hier met gemeentehuizen, want wij hebben hier nog steeds tekort. Maar dat is, omdat we grootverbruikers zijn, is dat niet mogelijk. Het gaat ons ook om andere gebouwen, bijvoorbeeld scholen of wat we ook maar hebben. Deskundigen hebben mij verteld dat dat ook niet mogelijk is. Ja, of de scholen zouden ze misschien zelf erop moeten plaatsen. Dan kan het wel. Maar wij als gemeente kunnen niet zeggen van nou, wij gaan ze daarop opleggen en de stroom gaan we bij spreken doorsturen naar een school. Maar dat is niet mogelijk. En ook niet intern bij andere gemeentelijke gebouwen. Dank u wel voor de beantwoording. Ik heb nog een vraag. Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend eigenlijk daarop, waarom is er geen aansluiting gezocht bij eventueel postcode-rode initiatieven die er al lopen in de gemeente? Dat is niet mogelijk. Anders hadden we het wel gedaan. Regelgeving staat in de weg, meneer Broeren, en dat is soms wel eens wat frustrerend. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat hier wat te snel naar de regelgeving wordt gewezen. Want je kan namelijk wel iets met je dak. Alleen dan moet je je dak misschien aan iemand anders geven. Hè, er zijn allerlei constructies mogelijk, denk ik. Ik doe ook iets in deze business. Maar ik zou dat graag onderbouwd zien. Want ik vind het jammer dat we dan wel zeggen, de business case is niet sterk genoeg als we geen subsidie hebben en dus gaan we dat niet doen. Dat voel ik een beetje en daar zou ik heel erg beducht voor zijn. Terwijl er wel andere opties mogelijk zijn. Ik zou die gewoon graag onderzocht zien. Dus als u schetst dat het niet kan, dan zou ik dat gewoon graag zien op papier uitgezocht door iemand die er verstand van heeft. Want het gaat me nu iets te makkelijk, iets te snel. Ik vind dat wij als gemeente überhaupt het voorbeeld moeten geven op dit onderwerp. Want als wij onze inwoners in een beleidsnota voorleggen, leg uw daken vooral vol en vervolgens zelf zeggen, ja, dit wordt wel lastig, want wij krijgen misschien geen subsidie en dan kan de business case niet uit. Ik vind het niet echt een heel sterk signaal. Dus ik zou echt alle mogelijkheden willen onderzoeken om het wel mogelijk te maken. Dank u wel voor uw aanvulling. Ik sluit er daarbij aan, voorzitter. Want wij vragen ons ook af, moet je nou subsidie gaan gebruiken om uiteindelijk lagere opbrengsten te verdisconteren? Dat is toch een vreemde gang van zaken. Dus laten we inderdaad nog wat onderzoek doen. Dank u voor uw aanvullende opmerkingen, maar ik wil toch overgaan naar uw opinie en dan eventueel nog een reactie van de wethouder vragen. Wie mag ik in de opinie als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Het voorstel om de overblijvende dakruimte te benutten vinden wij een prima idee. Past ook goed in afgesproken beleid. Het is ook nog snel te realiseren. Er is geen bestemmingsplan, wijziging voor nodig of niks. Ik begrijp wel de opmerkingen van de collega's hier in de raad over alternatieven en met name ook qua dekking. Zitten wij even te kijken. Ik begrijp best wel waar het vandaan komt. Als je industrieel produceert, brengt het gewoon geen knikker op. En zonder subsidie kan het dan ook al heel gauw niet uit. Maar over die financiële kant van de zaak willen we toch wel eventjes hebben, want niet voor niks heb ik die vraag gesteld van nou, stel door dat we het niet uit dat potje halen. Want het potje op zich bevreemdt ons. Het potje wat er nu voor aangewend wordt is bestemd om burgers te stimuleren om hun woningen aan te passen. En dat loopt niet, heb ik begrepen, ambtelijk. Maar om dan daar maar gewoon even uit te snoepen. En ik begreep dat er ook al ideeën waren om de rest op te maken. Ik denk, dat gaat ons wel een beetje kort door de bocht. Dus hadden wij liever gehoord van dat wat we hier gezamenlijk afgesproken en gezamenlijk dat potje gereserveerd hebben, die 3 ton, voor die burgerlijke stimulering.
dat we op de hoogte gebracht waren even van, hé, dat loopt niet en wat moeten we daarmee? Want het jaar loopt om en we hebben zometeen een potje geld over. Kunnen we het op een andere manier doen? Wellicht konden we het daar dan binnenkort een keer over hebben. En vandaar mijn vraag van, nou, hoe zou het anders kunnen financieren? Dat het dan ergens uit een wat bredere milieupot komt, prima, als het geld dan ook maar daar terugkomt. Want dat is het andere deel van de financiële vraag van ons, of opmerking. Nu is het voorstel om de opbrengst terug te laten vloeien in de economie van de gemeentewerf. Terwijl je er gemeenschapsgeld voor insteekt. Dat vinden we niet helemaal logisch. Dus wij zouden de opbrengst dan ook graag weer terug hebben voor gemeenschappelijke aanwending. Tot zover. Wij vinden het een prima voorstel. We gaan er ook zeker niet voor liggen. Alleen bij de financiële paragraaf hebben we de nodige bedenkingen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Rooijakkers, D66. Ik wil de heer Lochtenberg even bedanken, als dat mag, voorzitter. Omdat hij toch wat hier is opgeschreven in het stuk wat duidelijker stelt. Want in het stuk wordt overgeschreven over de klimaat- en duurzaamheidsreserve milieu. En het was mij even niet zo helemaal duidelijk dat dat bedoeld was om onze burgers te stimuleren. Dus dank daarvoor. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat als je het doet, even los van de manier van financieren, dat het verstandig is om daarvoor de SDE-subsidie aan te vragen. Want het Rijk heeft die immers ingesteld en dan hoeven we ons niet ervoor te schamen om daar gebruik van te maken om dit te stimuleren. Dus waarom niet? Maar evengoed heeft de heer Broeren gesuggereerd van doe nou eens een onderzoek om te kijken of dat je postcode roos of andere dingen kunt gebruiken door je dak ter beschikking te stellen van burgers die daar hun zonnepanelen leggen. En ik zou zeggen, combineren met het voorstel van in Meiburg, kijk dan ook meteen naar de andere daken en maak gewoon een plan als gemeente. Financiers, ik heb altijd gezegd, voor een goed plan is altijd geld te vinden. Geen probleem. Dus suggestie. Maar als er SDE-subsidie is, zou ik zeggen doorgaan. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Warmeling. Dank u wel, voorzitter. VVD die stemt in met de plaatsing van 465 extra zonnepanelen. Gezien de uitdaging die voor ons ligt op het gebied van energie-neutraliteit, is dit een aanzet om die te halen. De VVD is een voorstander van om eerst de daken maximaal vol te leggen met zonnepanelen, zodat zo min mogelijk gebruik hoeft gemaakt te worden van windturbines, windversnellers of zonneweiden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Meijerink, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, zoals u weet zijn we vorig jaar in de commissie en raadsvergadering van oktober behoorlijk kritisch geweest over met name het onderliggende rapport met betrekking tot de verduurzaming van de gemeentewerf. We hebben toen wel aangegeven blij te zijn met de verduurzaming van de gemeentewerf en dat er een energie-neutraal en gasloos gebouw zou komen. Maar we vonden eigenlijk de gemeentewerf als voorbeeldpand niet echt geweldig van duurzaamheid. Wethouder heeft toegemeld dat hij in eigen geval van plan was om de duurzaamheid te vergroten door het aanbrengen van die extra zonnepanelen. Dat is nu ook gebeurd in het voorstel, daar zijn we blij mee. De vragen die net gesteld zijn, liepen bij ons ook alweer vragen op. Dus al met al hebben we toch gezegd van ja, hetgene wat er nu ligt met die SDE-subsidie kunnen we ons in vinden. Na aanvraag en toekenning daarvan akkoord. Rendement wordt in ieder geval van de niet, als je zonder subsidie zou gaan oppakken, is te laag in onze optiek. Daar zijn we het college over eens. Het is jammer dat de opbrengst van de panelen niet ingezet kan worden voor onder andere de openbare verlichting. Ik vind het erg jammer. Maar als je in 15 jaar de investering kunt terugverdienen, vinden wij een goede zaak. Dus al met al zeggen we akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer Nijburg. Ja, voorzitter, niet heel veel nieuws. Wij vinden het prima om duurzaamheid na te streven. Daar zijn we ook altijd voorstander van. Ook prima om zonnepanelen aan te kopen, maar doe het dan wel rendabel met en voor inwoners. En daar blijf ik voor pleiten. Dus in die zin willen we dat, wat dat punt betreft, mee terugnemen naar de fractie. En komen desnoods met een voorstel. Misschien kunnen we met Partij van de Arbeid of anderen nog daarover spreken buiten de vergadering. Dank u wel, meneer Nijmerg. Meneer Lochtenberg, u had een aanvullende opmerking. Kleine aanvulling naar aanleiding van de discussie. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat nu de ronde 3 of 5 oktober open gaat voor de volgende SDE-ronde. En dan zit je weer naar volgend jaar en dan zie je hoogstwaarschijnlijk weer 1 tot 2 centen minder de opbrengst.
Gezien het feit dat het in ons staande beleid valt, zou het jammer zijn om hem daar niet mee te laten lopen. Hoewel ik best mee kan gaan in de discussie van moeten we niet naar de wat breder kijken, naar de mogelijkheden tot algemeen naar wat bredere burgerparticipatie daarin. Alleen dat zou nu in mijn ogen voor dit op project te veel ophouden. Dank u. Dank u wel voor de aanvulling. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan het kort houden. Ik wou maar aansluiten bij de bijdrage van de ChristenUnie. En ik kom graag met een voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Resumerend, kunnen we concluderen dat wederom er een grote meerderheid is qua aanstemmen. Zou ik dan een reactie mogen geven? Ja, mag van mij. Tenminste, dat hebt u wel om gevraagd en ik wil graag een reactie op geven. Belofte maar schuld. Er is wat onduidelijkheid bij verschillende partijen over zaken. Wat ik zeg wat niet mogelijk is, wat men zegt dat is wel mogelijk. Ik zou voor de raadsvergadering met onderbouwing komen van waarom bij spreken wat u gevraagd hebt, waarom dat niet kan. Dan hebt u bij spreken daar ook duidelijkheid op. Dan met name over de CDA. Dat geld is met name beschikbaar gesteld dat mensen bij spreken om burgers te stimuleren om hun huis te verduurzamen. Die zegt van, wat toen nog niet zo is, is later wel waarheid geworden. Dat heeft de provincie overgenomen. En we zeiden, hoeven we zelf om te doen. We hebben die gelden. En die gelden willen we graag inzetten voor de verduurzaming voor de bestaande bouw. Want de nieuwbouw, die wordt al, wij spreken energie neutraal, wordt die aangelegd. In nieuwbouwwijken zitten geen gasleidingen. U kunt dit jaar nog van ons verwachten een voorstel, met name van de resterende gelden. En dan hadden we bij spreken ook aan u bij spreken voorgesteld van nou, van die 3 ton halen we dit bedrag eruit. Als wij spreken in aanmerking komen voor FDA-subsidie om met name de zonnepanelen daarvan te kopen. Die SDA-subsidie zouden weer ten goede kunnen komen aan de duurzaamheidsprojecten. En bij spreken komen we niet in aanmerking van SDA-subsidie dan het volledige bedrag inzetten voor het project waar we u bij spreken binnenkort dit jaar over zullen over informeren over het verduurzamen van bestaande woningen. En daarmee labelt u het geld, want kijk, om dit jaar daar nog uitvoering aan zal te geven, dat zal heel moeilijk worden, maar dan labelen het geld met name omdat met name dat we daar met name zo snel mogelijk mee in de gang gaan. Dus dat als toevoeging, voorzitter. Dank u wel voor deze toevoeging. Concluderend kan ik stellen dat dit agendapunt dan als bespreekstuk naar de raad toe gaat. U hebt wel een toezegging gedaan dat u voor de raadsvergadering met nadere informatie komt wat betreft de kosten. Dat er ook dit jaar een toezegging dat er, mocht de SDE-subsidie niet doorgaan, dat er nog een voorstel komt wat de verduurzaming van de woningen betreft. Sorry voorzitter, maar die komt sowieso, want het is niet het hele potje is aangesproken. De toezegging is dat die het voorstel voor wat er met het potje verder, al of niet de restant, gaat gebeuren, kwam sowieso, hè? Dat komt sowieso, maar in ieder geval er zijn heel veel vragen gesteld waar wij een antwoord op hebben gegeven, waarbij spreken toch vraagtekens zijn van dat moet toch kunnen. Met name daarom bij spreken zullen we een onderbouwing geven van die vragen die gesteld zijn, met name ook door de Partij van de Arbeid en ook met name voor de ChristenUnie, die bij spreken beletten wat we zeggen dat het niet mogelijk is. Dus daar zullen we een onderbouwing voor geven, postcode roos, gebruik bij het name van deze stroom van deze zonnepanelen op andere gebouwen enzovoort enzovoort, zodat daar duidelijkheid over is. En dat met name ook de fracties dat mee kunnen nemen in hun beraadslagingen. Akkoord, dank u voor uw aanvulling en dan concludeer ik dat dit als bespreekstuk naar de raad van 25 september gaat. Dan gaan we verder met agenda punt 9. Evaluatie duurzaamheidsparagraaf in voorstellen. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Informerend. De raad heeft in een raadsdocument aangegeven te willen werken met een duurzaamheidslabel bij raadsvoorstellen. Het college
heeft daarop een duurzaamheidsparagraaf toegevoegd aan raads- en collegevoorstellen. En deze nieuwe werkwijze is besproken in de commissie van mei 2015. Nu is het tijd om de evaluatie te bespreken en enkele verbeteringen door te voeren. Informerend, dus behandeling in één ronde waar u zowel uw vragen als uw opinie kwijt kunt. En wie wil de aftrap daarvan verrichten? Niemand? Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben even een vraag over het aspect sociale duurzaamheid ten opzichte van de, nou, noem het maar even, materiële duurzaamheid. Is het zo dat in die hele checklist die nu voor ligt, dat daar het blokje wat staat lokale kracht en leefbaarheid, dat dat de enige vertaling is van het begrip sociale duurzaamheid? Die vraag zou ik graag eerst beantwoord willen hebben voor een opinie kunnen geven. Dank u wel. Dank u wel. Ja, ik had gezegd één ronde, maar oké, als dat van uw opinie afhangt. Wie wil wel voor het zowel informerend als opinierend zijn verhaal doen? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, ik kan het heel kort houden. We hebben de stukken gezien, we hebben de handreiking doorgelezen. Ik vind het erg belangrijk dat er bij ieder voorstel over duurzaamheid nagedacht wordt. En wij kunnen ons wel vinden in de aanpak en de vier punten uit de kernboodschap, daar kunnen we bij aansluiten. Dank u wel, meneer Hof. Meneer en mevrouw Ramerman, CDA. Ik sluit mij aan bij de woorden van gemeentebelangen. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Voorzitter, idem. Meneer Warmelink, VVD. Idem. Meneer Rooijakkers. Ik vind het fijn dat sommige collega's mij nu imiteren. Voorzitter, idem. Meneer Griekelaar, mag ik u het woord geven voor de beantwoording van de vraag van ChristenUnie? Ja. De heer Nijkamp vraagt of de duurzaamheid alleen gestoeld is op de lokale kracht en leefbaarheid. Dat is het begin, maar het zal verder moeten uit worden gewerkt. Maar dit is het begin. Meneer Nijkamp, aan u voor uw opinie. Nou, we hebben goed naar die checklist gekeken en we vonden als je beide elementen, materiële en sociale duurzaamheid, allebei een soort evenwichtige functie wil geven, dat je dan toch tot de conclusie moet komen dat die checklist er anders uit moet zien. Dus in die zin, wij zouden ervoor willen pleiten of sociale duurzaamheid gewoon voorlopig maar eens even te schrappen en dus niet toe te voegen. En als je het wel wil doen, om dan die checklist ook daadwerkelijk fatsoenlijk op te leveren. En verder zijn we absoluut voorstander van het behoud van die paragraaf over duurzaamheid. Dank u wel. Oké, wilt u daar nog op reageren, wethouder? Duidelijk. Oké. Dan samenvattend de overgrote meerderheid wederom akkoord met dit stuk. De oproep van de ChristenUnie om eventueel sociale duurzaamheid eruit te laten en het verder toe te spitsen. Denk ik dat het verhaal verder duidelijk is en dat u daar mee verder kunt en dat ook in de verschillende stukken die tot ons komen mee kunt nemen. Hiermee sluit ik dit agenda. Ga ik verder met punt 10, vaststelling besluitenlijst van 6 juni. Iemand daar nog op of aanmerkingen over? 12 juni, ook geen op en aanmerkingen over. Dan sluit ik de vergadering om 12 minuten over 10 en wens u al een prettige avond en meneer Van Leeuwen een hele prettige verjaardag morgen.